Zo beter. Ja. Oké, okay, ook achterin goed verstaanbaar. Is het ook voor de geluidsman en de man van het beeld ook zoals het zou moeten zijn. Ja, achterin ook. Oké. Okay. Ja, laat ik eerst even uitleggen waarom ik hier een verhaal ga houden. En dat bestaat dan uit twee delen, maar het overgrote deel zal bestaan uit een lofzang op ons vaderland. Dat zult u misschien niet van mij verwacht hebben, maar ik denk dat dat langzamerhand wel eens mag gebeuren. Wel nu, RTL maakt om geheimzinnige reden een portret van mij. Dat gaat 43 minuten duren, daar werken we nu al 3 dagen aan en morgen wordt er nog een dag aan toegevoegd. Dus u begrijpt, er zal ook van deze avond niet zo verschrikkelijk veel overblijven. Dat is het noodlot van iedereen die iets voor de televisie doet, dat u een uur lang het woord heeft gevoerd en tenslotte 17,5 seconden ervan terugziet. Ja, behalve, zoals u weet, als het over voetbal gaat, want dan wordt dat uur nog liefst opgerekt met nog een uur erbij. Want daar mag altijd net zo lang over geluld worden als, als de liefhebbers nog zakelijk achten. En dat is onbeperkt te vragen. Dat portret dat bestaat eigenlijk uit 2 delen. En het ene deel is iets wat ik als zeer positief ervaar. En het andere is iets wat ik als zeer negatief ervaar. En ik begin met het negatieve, het positieve, dat begrijpt u, dat ga ik u zo uitleggen, waarom Nederland zo'n geweldig land is. Ik ben benieuwd wat u daar eigenlijk van vindt ook. En wat u heeft gewaar bent geworden in de afgelopen 15 jaar, sinds het in de mode is gekomen om te zeggen dat het een klote land is. Dat moeten we natuurlijk ook verklaren waarom dat zo is. Maar eerst even dat negatieve. Dus dat portret bestaat is in feite een soort dubbel portret. En het negatieve bestaat. En dat bestaat uit mijn, naar ik hoop, helder geformuleerde afkeer van de overmaat aan sportuitzendingen op de 3 publieke zenders. Dat er een overmaat aan sport is op de commerciële zenders, dat kan mij verder niet eens schelen. Dat moeten ze bij de commerciële zenders vooral zelf weten. Niet waar, want daarvoor zijn de commerciële zenders, maar de publieke zenders hebben ook een wettelijk toegeschreven taak. Die worden bovendien door ons allemaal gefinancierd. Nu, vroeger was er een boel bij, dat was eigenlijk hartstikke mooi, want dan wist je ook dat je een bijdrage betaalde. Maar dat is voor het gemak gefiscaliseerd, zoals dat heet. En nu betaalt u nog steeds een omroep bijdrage, maar u werkt het niet meer. Maar u betaalt er aan mee. Dus als u naar iets kijkt op de televisie wat u weerzinwekkend vindt, boer zoekt vrouw, ik noem maar wat op, dan heeft u daar aan meebetaald. Of u wil of niet. Heeft eraan meegedaan. U kunt bij de fiscus proberen om op uw biljet te noteren. Ik betaal 0,3 eurocent minder in verband met de walgelijke uitzending van Boer zoekt vrouw. Maar ik ben bang dat de fiscus daar niet op in zou gaan. Eerlijk gezegd. Dus ik stel voor in dat programma en in gesprek met allerlei grote methoden die iets met sport van doen hebben, om niet om alle sport van Nederland 1. NPO 1, NPO 2 en NPO 3 te weren, maar om het, laten we zeggen, te doseren op een enigszins acceptabele wijze voor mensen die toevallig ook in andere dingen zijn geïnteresseerd dan alleen in de sport. Want nu is het zo dat die sport eigenlijk als een soort schimmel woekert die over de 3 publieke zenders. Ik zal een paar praktische voorbeelden geven die daar ik hoop u aanspreken. U kunt zich dat helemaal niet herinneren, maar vroeger hadden we ook schaats op de televisie. En dat was het Europees kampioenschap. Dat werd meestal in Hamar in de open lucht gereden. En dan had je het wereldkampioenschap, waarvan ik vergeten ben waar het verleden werd. Dat duurde in beide toernooien duurde een long weekend. Vrijdag vielen de kneuzen af, zaterdag werd het serieus en zondag werd de winnaar bepaald. En na die 2 maal long weekends was je klaar met schaats. Ja. Waarom als er een stedentocht was, maar dat is zo'n rampzalige zaak, daar zullen we het nu vanavond niet over hebben. En ik hou er rekening mee dat door de klimaatopwarming dat nooit meer gaat gebeuren. Dat zal de Nederlandse televisie er niet van weer houden om elk jaar wekenlang vol te zeiken over de vraag of het wel of niet wordt gehouden. Maar dat die opnieuw zal worden gereden, dat geloof ik gewoon niet. En u weet, 2014 was het warmste jaar sinds de metingen zijn begonnen.
In Nederland is dat het warmste jaar sinds 1703, als ik het wel heb. We hebben een hele, hele lange meetreeks. Dus het zit er niet meer in de Elfstedentocht. Laat ze dat maar in Finland doen. Dat wordt overigens ook volledig uitgezonden. Maar in Nederland moet ik niet maar. Je hebt mensen die dat volledig uitkijken. En die dan vaak zodanig katatonisch in slaap zijn geraakt dat ze met amfetamine wakker moeten worden gespoten. Nu weet u dat het schaatsen begint op 1 november en het duurt tot 1 april. Er zijn allerlei geheimzinnige toernooien bijgekomen en je kunt een wereldbeker vinden voor alle denkbare afstanden variëren tussen de 50 meter en de 300 kilometer. Doet een beetje denken aan zwemmen wat dat betreft. Je moet bij het zwemmen wel een ontzaglijke kneus zijn, wil je niet wel eens erg een medaille vinden. He, ook als je toevallig in het bad valt, krijg je vaak een medaille uitgereikt. Wegens de hele hand en manier waarop je erin gelaten werd. Ja, weet u bijvoorbeeld waarom op de Olympische Spelen eindeloos veel zwemafstanden worden gezongen? He, heeft u wel eens gezien hoeveel er zijn? He, dat varieert echt van 50 meter tot 100 kilometer. Of dat ze het kanaal overzwemmen of zo. Komt omdat getest is in focusgroepjes dat de kijkers gek zijn op zwemwedstrijden. Hoe mogelijk is, begrijp je niet, maar ze zijn er gek op. En zo hebben ze gewoon wat afstanden toegevoegd. En sowieso, Olympische Spelen horen was het ook vrij beperkt en nu duurt dat eindeloos. En zitten mensen dagenlang in een stapsprong te kijken. Heeft u ooit uitgelegd gekregen waarom wie heeft dat uitgevonden, de hinkstapsprong? Dat moet iemand zijn die tijdens het verspringen getroffen is door een hart van lammen, waardoor de rijke vrede beweging is gemaakt. Nou, en dan is het, dat is, laten we zeggen, u begrijpt dat de ernstigste zondag, heb ik nog niet genoemd, het voetbal. Het voetbal is overal en altijd aanwezig. Zou u daarvan een recept praktisch voorbeeld geven? Ik keek naar Nieuwsuur, ik kijk altijd aan de herhaling van Nieuwsuur in de loop van de nacht. En daar zaten Emiel Roemer en Alexander Pechtold en die hadden een debatje. Het was niks bijzonders, maar die hadden een debatje over een nieuw SCP-rapport. Over elite in Nederland en of de Nederlandse democratie wel goed functioneert enzovoort. En nou, ze waren lekker bezig en ineens zag ik de presentatrice, Marielle Tweebeke, zo'n ontsnapte Aquila. Dat had ik niet moeten zeggen. Schat van de mensen ongetwijfeld, maar ze is een beetje verstijfd. Althans, als ze dat werk doet. En ik zag ineens, zag ik haar verstrakken, want ze in haar oortje was geroepen. Zegt dat gelul moet afgelopen zijn, want de sport gaat zo beginnen. Dus ze zei, dank u, nogal vrij haastig, zei ze, dank u heer, een interessante discussie. En zij wendt zich naar de sportverslaggever, dat is zo'n vrolijke krullenbol, en zij heeft FC Basel gewonnen. Ja, ik zie dat u dat de normaalste zaak van de wereld vindt. Heeft FC Basel gewonnen? Interesseert u dat de ene klap of FC Basel gewonnen heeft? Toch helemaal niks. Wie heeft er hier in de zaal iets met FC Basel? Wie verzamelt speltjes van FC Basel? Of misschien heeft u wel een vlaggetje thuis van FC Basel. Nou, kan u verzekeren, FC Basel heeft gewonnen van Liverpool. Ik weet niet of u het meegekregen had. Of misschien is wel iemand onder u die zei van, nou ja, dat geloof ik op pech komt te doen, maar dat heb ik niet gevolgd. Maar dat FC Basel gewonnen heeft van Liverpool, dat is een, nou ja, dat is een aardverschuiving in het sportgebeuren. Nou ja, ik wijs er maar op dat Ajax, waar we het in Nederland altijd en eeuwig over hebben, het geweldige, bijzondere, reusachtige, fantastische Ajax vorig jaar tweemaal kansloos is weggespeeld door FC Salzburg. Een club waar ik nooit van gehoord had voordat ze dat deden. En het was ook niet dat Ajax geen geluk had of zo, nee, ze waren totaal kansloos, van de eerste minuut tot de laatste minuut. Zo was het voor Ajax. Dat hoeven we dus ook niet meer uit te zenden. Beter FC Salzburg uit te zenden. We kunnen niet meer beter voetballen. Ja. U weet, voetbal is altijd en overal. Ik weet niet of u het heeft gevolgd, maar de Champions League is verkocht aan SBS6. Ik heb een vlaggetje aan het balkon gehangen. Daarvan zijn wij verlost. 3 complete wedstrijden in
na de kerst per week in de Champions League. Wie kijkt daar altijd naar? Ja, dat is... Ah, u wel. Ja, ik zie dat u even een worsteling doormaakte voordat u dacht, ik moet het toch bekennen. Het is waar dat ik dat doe. Nou ja, ik wens u er veel sterkte mee. Ik hoop dat u SBS6 kunt vinden. Binnenkort zij het uitgezien. Ja, en dan heb je natuurlijk de voorbeschouwing en de nabeschouwing en het wezenloze geklets over Ajax. Niet te vergeten over de grootste filosoof die Nederland heeft voortgebracht sinds de natie bestaat, Johan Cruijff. Zoals u weet, een denker van mega formaat die verschillende inzichten geproduceerd heeft waar niemand ooit aan gedacht had in de Nederlandse geschiedenis of zelfs maar in de geschiedenis van de filosofie. Een man die tenslotte een borstbeeld naast Plato zal krijgen. Ja, namelijk voordeel heb zijn nadeel. Zoals u weet. Ja. De bal moet het werk doen. En dat is het voetbal. Maar er is nog een ander punt wat mij misschien nog wel meer dwars zit. En dat is, laten we zeggen, de volstrekt infantiele en ik kan niet anders zeggen, achterlijke en randdebiele manier waarop die voetbal, dat voetbal reportagegewijs aan ons aangeboden wordt. Want u zult toch wel eens gemerkt hebben dat een groot deel van de voetbalverslaggeving helemaal niet bestaat uit voetballen, maar bestaat uit dat Veetje Snijder, hoe heet u ook weer van zijn voornaam? Wesley Snijder, heel goed dat u dat weet. Hij is wel internationaal bezig, of wel. Ja, ik denk even aan de zending van de SIP. Wesley Snijder verlaat met zijn weekendpas Huis ter Duin, het Hotel Huis ter Duin. Of hij komt thuis binnen in Hotel Huis ter Duin. Of de ploeg stapt in de bus. Of de ploeg zit in de bus. Of de ploeg zit de kaarten in de bus. Of de ploeg stapt uit de bus. Ook maar voor. Of er is een uur lang een reportage over het hotel waar de ploeg verblijft. Een hele leuke tuin en ze hebben er ook een lift. Er worden zelf broodjes geserveerd en een nog dieper dieptepunt. De familie en de kinderen van de spelers zijn op bezoek. Daar hebben we een reportage over gezien die anderhalf uur duurde. En vervolgens is die reportage nog wekenlang herhaald. Liefst ben ik wegwinken van hoe aandoenlijk die kinderen van die voetballers, dat zijn leuke, lieve, schattige kleine kaboutertjes. Vooral die van Wesley Snijder. Die zijn optimaal klein. Ja, als we nu eens zouden beginnen bij de publieke omroep, bij de NPO enzovoort enzovoort, om deze wonderbaarlijke, totaal overbodige randverschijnselen van het voetbal gebeuren, maar ook van andere sporten, om die op te ruimen. Dat zou al natuurlijk een hele bevrijding zijn. En dan dus mijn bezwaar tegen de vermenging van voetbalnieuws en of sportnieuws, als u het zo wil, met gewoon regulier nieuws. He, dus dat is dat debat tussen Roemer en Kwechtop, wat u ook van de beide heren mogen vinden. Maar dat het niet kan gebeuren dat dan, sorry jongens, dat gelul van te zijn even afgelopen zijn, want FC Basel heeft gewonnen van Liverpool. Een ploeg, nou ja, misschien u daar maar even, ik niks meer heb. Ik heb überhaupt niks met enige ploeg. Ik ben opgegroeid in Wageningen. En Wageningen was de eerste eredivisieclub of de eerste divisieclub die failliet ging. Toen dacht ik, dat kan niet anders dan een zekere boodschap aan mij betekent. Ik hoef me er verder niet meer in te verdiepen. Maar het kan ook zijn dat in die programma's bijvoorbeeld een aardbeving in Pakistan wordt beschouwd. Daar komen beelden van, het is aangrijpend en gruwelijk, dode kinderen. En dan weer op precies dezelfde manier. Het zit er op 42.000 doden in Pakistan. En Van Huis wendt zich naar de Kwieken sportverslaggever en vraagt zich: hoe is het met de benoeming van de coach van Go Ahead? Is het godsmogelijk dat we in dit pakket terecht zijn gekomen waarbij de nieuwe trainer van Go Ahead in feite even belangrijk is als 42 doden ergens ver weg in de droge achterlanden van Pakistan. Ik kan dat moeilijk of niet verdragen. Sterker nog, ik zie sportnieuws helemaal niet als nieuws, maar
in de orde van het mededelingenblad van de filatelistenvereniging. Dat is een beetje zoals ik tegen sportnieuws aankijk. Is het u nooit opgevallen? Die eindeloze loopboek over die trainers die ontslagen worden, dan worden ze weer benoemd. En met de ene club vliegen ze eruit en met de andere club worden ze daar. Dat je denkt, hoe? Als het dan nog over de directeur van Philips zouden hebben of zoiets. Desnoods de directeur van de KNVB, die nu wat meer tijd vrij heeft. Dan zou ik zeggen, nog enigszins te begrijpen, maar de trainer van Go Ahead, of de man die bij Cambuur het gras onderhoudt, dat lijken mij toch zaken die niet van al te grote importantie zijn. En dan is er nog een laatste punt. Ik zal dat ophangen aan de blessure van Sven Kramer. U weet, een man die heel regelmatig geblesseerd is geweest. En dan krijg je eerst in het reguliere journaal, krijg je dat Sven Kramer geblesseerd is en je ziet het ziekenhuis uitdinken. En dan denk je, gek dat het hoofditem van het journaal is, maar goed, zo is het kennen. En dan komt het sportjournaal en dan krijgen we precies diezelfde beeld, alleen met een andere reporter. Die ook nog eens komt melden dat Sven Kramer een blessure heeft. En nou ja, dat er misschien al minder medailles gewonnen zullen worden. Of het doen, hoe je dat gaat doen. Ik hoef u niet ook te vertellen hoe volkomen corrupt de sportwereld over het algemeen is. We dachten het wielrennen van de doping af te zenden. Een van de meest gedoopte ploegen die ooit op de fiets heeft gezeten, is weer toegelaten tot, weet ik veel, de wereldbekerwedstrijden, hoe het mogen heten. U weet dat de Olympische Spelen een door en door corrupte zooi zijn, die verkocht wordt door middel van alle mogelijke smeergelden en rare processen. Maar en ik wijs u erop dat het voetbal wereldkampioenschap zal plaatsvinden in Qatar, waar het op dat moment 52 graden Celsius is. En wie weet dat Qatar ook een hele leuke eigen voetbalcompetitie heeft, waar al een jaar of 40 hele fijne teams tegen elkaar spelen, maar niet heus. Zelfs de kamelen kunnen daar niet voetballen. Waarom heeft Qatar dat wereldkampioenschap? Omdat het gekocht is. Hoe zijn we aan die Olympische Spelen gekomen? Eigenlijk vanwege de militaire voorbereiding van de Europese staten in de late 19e eeuw. Ze kwamen erachter dat de recruten een waardeloze conditie hadden. Ze dachten, een leuk ideetje, voordat ze doodgeschoten worden, dat ze in ieder geval in een behoorlijke conditie zijn. Zo zijn we daar aangekomen. Nou, ik denk dat op zichzelf beschouwing genoeg is om, en ik ga helemaal niet voorstellen om alle sport van de publieke zenders te donderen, absoluut niet. Maar doe het met Maarten. Ik stel ook niet voor om Boer zoekt vrouw er vanaf te donderen, omdat het louter entertainment is. Het mag allemaal blijven. Maar doe het met mate, doseer het en mix het niet voortdurend met dingen die wel van importantie zijn. Want sport is van geen enkele importantie. Spijt me, ook als we er wel. Als u het zelf doet, juich ik het van harte toe. Gezond en leuk en teamsport, u kent al dat gewets wel. Als u maar niet voor eeuwig geblesseerd raakt, natuurlijk. Ik weet niet of u best gezien heeft hoeveel sportblessures in Nederland kosten per jaar. Ik dacht dat de kosten nationaal in de orde van 4 miljard euro per jaar is. Ik geef maar even nog wat anders dan de kindercrèches die 100 miljoen in snottenbellen kosten. Ja, mijn voorstel is dus doseren en haal die twee dingen uit elkaar. En dan hou je dus tijd over, misschien hou je zelfs geld over. En dan zou je kunnen doen wat de publieke omroep daadwerkelijk moet doen. Namelijk ook aandacht besteden aan hoe onze politiek in elkaar zit. Wat er beleidsmatig voor problemen zijn. Dat kan allemaal aan de orde worden gesteld. We gaan per 1 januari over op een totaal ander zorgregime. Daarover bestaat gigantische hoeveelheden verwarring en onzekerheid. Heeft u daarover uitgebreide documentaires gezien van de publieke omroep? Nee, die heeft u niet gezien. Ja, zeg, als ik dit dan uitleg, zeggen mensen, ja, zeg maar, daar kijkt geen kip naar. Ik weet niet of dat zo is. Ik denk, ik zeg dat de dingen gaan brokkelen, voor zover ze niet compleet dement zijn, misschien best naar die programma's zouden willen kijken. Voor de dement is het nog beroerder natuurlijk, want die zijn speelbal van een niet al te zorgvuldig uitgevoerd politiek proces. Nou, dat is de ene kant van de zaak. Nu dan, gelukkig voor u, de opgewekte kant
van de zaak namelijk. Hoe is het met het vaderland gesteld? En, nou ja, de meeste van u, kunt u zich Pim Fortuyn nog herinneren? Of, ja, er zijn natuurlijk een paar houtjes onder ons die van weten, maar ook zegt het u iets? Of lag u, zat u in een wandelwagentje? Want als u nu gemiddeld 20 bent, dat is nu langzaam 13 jaar geleden, dan was u toen 7. Of zat u ook bij deze nieuwe eiland aan de buis gekluisterd en zei u alles, Jezus spreekt. Ja, er waren nogal wat mensen in Nederland die dachten dat het iemand was die van boven was gezonden. Eigenlijk is het voor belang. Er was wel in de jaren 90 een onderstroom van irritatie en een soort ontevredenheid. Maar dat heeft pas vorm gekregen, het waren met de retoriek van onze politieke heiland. En vanaf dat moment eigenlijk is het in Nederland een doel gebruikelijk om te zeggen dat we in Nederland eigenlijk in een onbeschrijfelijk grote land leven. En dat dat ook niet iets nieuws is, maar dat de Nederlandse politieke en zakelijke elite eigenlijk de boel naar de verdommenis heeft geholpen en dat ze daarmee zijn begonnen bij het vertrek van de oude Dries. We gaan nog een stukje verder terug. Maar weet iemand hier zo als een broodhout wanneer de oude Dries vertrokken is als minister-president? Ja, u was natuurlijk bezig met internationale zaken, nationale zaken. Maar zegt u niks aan. U weet wel wie Dries weer is, ja? Tijdgenoot van Juliana. Dries is minister-president geworden in 1948 en hij is dat 10 jaar gebleven. Interessant genoeg, hij was 61 toen hij het werd en hij was 71 toen hij vertrok. Op dit moment zou een minister-president van 71 is volkomen ondenkbaar. En op je 71ste word je van huis en met handboeien en demente inrichting opgesloten. Maar het idee dat de minister-president zou kunnen zijn, dat is dat, want wie zijn onze minister-presidenten? Dat zijn allemaal kwieke veertigers. Ja, ik heb daar, zult u begrijpen, ook een beetje vanuit mijn eigen leeftijd heb ik daar vrij kritische opvattingen over, moet ik u zeggen. Onze minister-presidenten zijn veel te jong. Dat hele gedonder met die verpleeg- en die verzorgingshuizen, waarom zitten we daarmee? Omdat Samson en Rutte geen ouders hebben die al zover zijn dat ze naar een verpleeg- of verzorgingshuis moeten. Want als je dat meemaakt, als je dat van nabij ziet, als je je eigen ouders daar volkomen dement moet bezoeken, dan weet je dat al jarenlang zijn klapdeur open doet, ruikt het naar pis. Je wordt er stil van, heel begrijpelijk ook. Begin er maar vast over na te denken, want er is een goede kans dat u er tenslotte ook terecht komt. Alleen zult u mij daar niet meer aantreffen dan. Ja, dat wat betreft de reden. Het wonderlijkste is eigenlijk dat Fortuyn, die zo'n beetje in 2001 op het politieke toneel verschijnt en dan in 2002 natuurlijk zijn grootste triomfen vierde, dat hij meerdere boekjes heeft geschreven waarin hij uitlegt van een waardeloos klotenland is Nederland eigenlijk is en hoe slecht het wel niet bestuurd wordt door zijn politieke en andere elites. En dat ongeveer tegelijkertijd met dat boek heet het ook weer de puinhopen van Paars. U zult het misschien nog wel eens antiquarisch ergens zien. Koop het en lees het voor de lol eens door. Het werd toen gezien als een magistrale analyse van de Nederlandse samenleving. En tegelijkertijd, dat kunt u ook doen, want u bent aan de handen op het internet, moet u eens even kijken naar het nummer wat de Engelse weekblad The Economist gepubliceerd heeft in mei 2002. The Economist heeft met enige regelmaat grote essays waar één land centraal staat in de beschouwing. En dan moet u voor mijn lol, moet u dus iets van Pim Fortuyn lezen en ook in dat essay in de Economist van mei, een van de week in mei 2002. Die twee werelden, die zou zweren dat het gaat over twee totaal verschillende landen. Want u begrijpt het al, de Economist steekt de lof van Pitt. Er zijn maar weinig landen die zo prima georganiseerd zijn, die zo'n goed zakelijk klimaat hebben. Waar het zo voorspoedig gaat, waar ze alles zo geweldig goed hebben gedaan, als juist Nederland. En dan nog, dat is een onverdachte bron,
Die Economist is een rechts-Engels weekblad, Anglo-Saxisch georiënteerd. En dat betekent dat Europa altijd wat minder goed vanaf komt. Maar lees dan voor mij ook een stukje in de puinhopen van Pars. Of bijvoorbeeld in Tegen de Islamisering van Nederland. Dat is heel dun, dus dat heeft u echt zo uit. En dat is in die zin een uniek boekje. Dat boekje is zeer dun. Ik ken geen enkel dun boek waar zoveel gelul in staat als Tegen de Islamisering van Nederland. En hoe je op het waanzinnige idee kunt komen dat Nederland het risico loopt geïslamiseerd te worden. Het is mijn raadsel. Ja, dat er in sommige buurten van sommige steden praktische fricties zijn, dat weet ik ook wel. Ik ben ook niet gek. Maar het is geen nationaal probleem. Die dreiging die is er ook helemaal niet. Dat is uit de duim van de heiland gekomen. En eigenlijk is dat kritische geluid sinds die tijd, sinds zeg maar dat ongelukkige verkiezingsseizoen 2001-2002, niet meer verstomd. Want natuurlijk sinds dat het fortuin is doodgeschoten, hebben alle andere politici gedacht van zo, gaat dat zo makkelijk. Hè? Je doet het een beetje mollig in een talkshow. Je hoopt dat die moslims levensgevaarlijk zijn. Dat Nederland een puinzooi is. Dat we geregeerd worden door autistische gekken. En paf, die zit zo met een dikke fractie in het Nederlandse parlement. Hè, want die weet, dat vind ik nog steeds, hebben we... Henk Krol zit in het Nederlandse parlement. Ja, als u ooit denkt, hoe is het mogelijk dat een halve jaar als Henk Krol succes kan hebben in de Nederlandse politiek, dat gaat in feite terug op wat heet de populistische revolte. We moeten die revolte ook niet overschatten. Fortuyn is nooit verder gekomen dan 16% van het electoraat. Tot op heden is ook Geert nooit verder gekomen dan ongeveer 16% van het electoraat, zelfs een fractie minder. Zelfs in haar hoogtijdagen stond Rita Verdonk niet hoger dan 16% van het electoraat, maar het is en blijft een zorgelijke zaak. Dus het wonderlijke is dat eigenlijk die populistische weerzin tegen het vaderland, en ik denk dat je het zo wel kunt noemen, dat die ook enorm aanstekelijk heeft gewerkt op alle andere politici. Er zijn eigenlijk in Nederland nauwelijks politici te vinden die durven te beweren dat het met Nederland eigenlijk heel goed gaat. Dat het een prima georganiseerd land is, waar maar een paar weinig mis is. En voor zover het mis is, doen we het zelf. Dat is niet in de mode om dat te zeggen. De enige die nog wel eens een keer, maar goed, die is overal optimistisch over, dat is Mark Rutte natuurlijk. Die is ook onsterfelijk, dus die kan zich dat wel permitteren vanzelfsprekend. Maar ook daar, ook bij Mark Rutte is het voorzichtigjes aan. Hè? Want er wordt nog iets opgestapeld op die treurigheid van ons vaderland. Namelijk die nog veel grotere en nog veel gevaarlijker treurigheid van de Europese Unie. En daar vinden we ook onze Mark Rutte weer. Die ook al zodra die in Nederland is over de EU zegt, ja, hij is tegen vergezicht en die hele Unie. Nou ja, het is nou dat we erin zitten, maar we gaan op die extra heffing, die naheffing. Dat moet tot de bodem worden uitgezocht. Ja, we hoeven helemaal niet langer uitgezocht te worden, want onze minister van Financiën was er al een week van op de hoogte en er viel niks uit te zoeken, want in feite wist iedereen dat het eraan kwam. Dat is het gek. En dan vraag je af, zijn pas of Mark Rutte loog dat niet? Waar is die? Mogelijkheid 1. Mogelijkheid 2, hij wist daadwerkelijk van niets. Dan is mogelijkheid 2 nog veel en veel erger dan mogelijkheid 1. Als onze minister-president kennelijk niet wist waar hij ooit heeft voorgestemd in de Europese Raad, dan is dat een zorgelijke zaak en zou misschien een verpleeghuis op de korte termijn moeten zijn. Ja, het was helemaal wel amusant om te zien dat Dijsselbloem die moest natuurlijk zichzelf uit de wind houden. Want ja, al vrij snel bleek eigenlijk dat vrijwel iedereen die er überhaupt van hoort, dat er wel iets van wist. En toen moest Dijsselbloem zeggen hoe het kwam dat hij het al een week wist, maar Mark Rutte niet. Ik weet niet of je het een beetje gevolgd hebt. Ja, zei Dijsselbloem. En er was ambtelijk gebeld. Er was zelfs meerdere malen ambtelijk gebeld. En ik moet u zeggen, ik kon niet laten om dat thuis ook te gebruiken. Dus als mijn vrouw zegt waarom heeft men dat niet verteld, dan zeg ik, ja,
hij is een handdruk genoemd. Hij is alweer een handdruk gewend. Dat jij dat nou niet weet, dat kan ik ook niet genoemd. Dat is handdruk gewend. Nou ja, goed, nu hebben we een beetje dat panorama. Dus na Pim Fortuyn zijn er een heleboel pseudo-fortuins gekomen, die in feite met dezelfde type van republiek stellen, het is maar met Nederland helemaal niets gedaan. En het wonderlijke is natuurlijk als we bij onderzoeken van de Nederlandse bevolking vragen, hoe gaat het met u? Aan een willekeurige Nederlandse burger, dan zegt hij, met mij gaat het prima. Ik heb wat prettig werk, voor zover ze niet ontslagen zijn natuurlijk. De werkloosheid, u zou niet zeggen, is in Nederland vergelijkende wijze niet hoog, maar misschien hoger dan we zouden wensen. En zijn familie gaat goed, de straat is gezellig, maar alles is wel een beetje in orde. En dan vraag je aan de moderne Nederlander, wat vind je van Nederland? Ja, Nederland is totaal op de verkeerde weg. Immigranten, de EU, het is allemaal, konden we toch maar terug naar de jaren 50. Toen gelukkig nog heel gewoon was. U heeft het niet meegemaakt, maar ik wel. En ik kan zeggen, god, wat waren dat een gelukkige jaren. Ja, er was nog geen immigrant te bekennen in Engeland. Ik kan u verzekeren, ik ben erbij geweest, het waren klote jaren. De jaren 60 waren in allerlei opzichten een ware bevrijding. Geloof mij maar. En niet dat lied van toen gelukkig nog heel goed bevoerd, dat is het televisieprogramma, ik weet het maar precies. Laten we eens kijken, laten we zelf eens onderzoeken hoe het eigenlijk met Nederland gesteld is, want dat kunt u zelf ook prima onderzoeken. U hoeft het helemaal niet op geertekoersje op wie dan ook maar. We hebben een Centraal Bureau voor de Statistiek, kijkt u vanavond even naar de website van het Centraal Bureau voor de Statistiek, dan bent u al heel erg weg. Bijvoorbeeld op het punt van integratie zult u zien dat het eigenlijk heel anders is dan Geert bijvoorbeeld u wil doen geloven. Ja, want die denkt dus dat dan voortdurend denkt, ik weet niet wat hij denkt. Hij beweert dat grote stromen kansarme immigranten jaarlijks ons land binnenkomen. Ja, dat zijn de bekende analfabeten Marokkaanse vrouwen van gevorderde middelbare leeftijd. Die in de hoge atlas onverwacht van hun ezels worden gerukt. En dan in enorme pakketten naar Nederland worden gestuurd. En dan op Schiphol vrij worden gelaten. Ja, is dat zo? Nee, het is helemaal niet zo. Ik kan iedereen zien die überhaupt in geïnteresseerd is. Netto komen er nog net geen 1000 mensen per jaar uit Marokko naar Nederland. Dat is dus een minuscule groep. Turkije, idem dito. Weet u wat de allergrootste immigrantengroep is in Nederland? Ja, dat is een strikvraag, dus ik zeg het maar even. Wat denkt u? Wat is de grootste groep die Nederland jaarlijks binnenkomt? Er zijn er volgens mij maar 12.000, maar ik moet even checken vanavond bij het CBS. Nee, het zijn Nederlanders die Nederland tijdelijk verlaten hebben. Ja, sorry. Ja, die volgens de statistiek zijn dat immigranten. Mijn dochter is een tijdje in Londen gaan wonen en die was emigrant geworden. En de fiscus noemt haar ook een emigrant en als ze terugkomt is ze een immigrant. Die zegt van, weer zo'n iemand uit Engeland erbij. Dat is een minister. Ja, en wat is de tweede grootste groep van immigranten in Nederland? Denk u. Belgen. Dat zijn EU-burgers. Waar zijn dat immigranten in de zin der wet? Nee, ze zijn helemaal geen immigranten, want wij hebben in de EU afgesproken. En ze ook Roemenië en Bulgarije geldt dat nu voor. Dat andere EU-burgers mogen zich veilig vestigen in Nederland om daar aan het werk te gaan. Ja, dat vinden we niet altijd. Ik kan u misschien geen zak schelen, maar u heeft er namelijk geen centje last van. Maar als je aan bij je plukken van beroep bent, dan misschien een beetje wel. Ja, en als u dan hoort van, er zijn in Nederland per jaar 140.000 immigranten. Dat is 1,5 miljoen per 10 jaar. Die krijgen natuurlijk allemaal kinderen, die fokken als die konijnen, dat is allemaal mee bekend. Ja, dat is allemaal mee bekend voor die. Er zijn maar 13 kinderen. En is dat waar zo? Is het zo dat onze immigranten een veel grotere nataliteit hebben dan wij zelf? Nee, dat is helemaal niet waar. Dat is
Sterker nog, jonge Turken hebben een lagere nabiliteit dan de jonge Nederlanders. Marokkanen liggen ietsje hoger, maar niet veel hoger dan de vervangingswaren. Dus het zijn allemaal dingen die niet waar zijn. En dan sloeg ook nog over die 140.000 immigranten, want niemand van u steekt zijn vinger op en zegt, ja maar, het zou wel lollig zijn als je vertelt dat het 120.000 mensen elk jaar weer vertrekken. Nee. Maar zo is het wel. U hoort nooit netto cijfers, je hoort altijd een bruto cijfer wat er binnenkomt. Je hoort nooit vertrekcijfers. Nu gaan we even meten hoe het eigenlijk met Nederland is gesteld. U weet, we hebben tegenwoordig 28 leden van de Europese Unie. En dan wil ik graag van u weten op welk waar staat Nederland qua inkomen per hoofd. Of misschien moet het nog iets preciezer zijn, want er zal natuurlijk wel iemand een goochel met die het dan anders verkeerd zegt. En hoe zit het met onze koopkracht? Want je kunt natuurlijk een bruto product per hoofd meten, maar wat je nog beter kunt meten is wat je ermee kunt kopen. Ik zou maar zeggen, als je bijvoorbeeld voor de lol even kijkt naar het bruto product per hoofd van Noorwegen, dan zult u zeggen, jezus, hoe die Nooren het voor elkaar krijgen om zoveel geld te verdienen. Als u dan weet dat Nooren voor een pakje sigaretten ongeveer het vijfvoudige moeten betalen wat wij doen. Ik zwijg nog van een liter jenever. Dan moet je in Noorwegen 7 maanden voor werken. Dan ziet u dat het qua koopkrachtkwaliteiten wel meevalt. Ja, ze zijn rijker dan wij, maar ze zijn niet lid van de Unie, zeg er maar even bij. Dus dan kon u mij daar ook niet mee verrassen. Ja, we maken een lijst van 28 landen. Wat is het rijkste land van de Unie? Luxemburg. Luxemburg, zei iemand dat? Ja. Heel goed, dat is Luxemburg. Ja, dat is geen land. Dat is een soort van omvangrijke spaarbank. Dat is een goed nummer, toch? Wie is nummer 2? Volgens de recente cijfers. Ik denk dat de cijfers van 2000. 12, 13 zijn, je hebt nooit de alle 2014 heb je niet. Monaco? Wat? Monaco? Nee, dat is, ik geloof niet dat iemand dat een land vindt. Hij heeft er nu een tweeling gekregen, heb ik begrepen. Dat is al een godswonder, wat een sukkel is dat zeg. Ja, wat we met al die landjes zouden moeten doen is natuurlijk onmiddellijk opruimen. Andorra, Monaco, Liechtenstein, de hele Santa Kraan. Laten we daar dan mee oefenen met een Europees leger. We beginnen met Andorra. Dat hebben we toch in een kleine long weekend, moet dat onder de voeten lopen zijn. En dan die hele rest. Omdat natuurlijk al deze roversnesten, want het zijn ook van, ik zeg dat nou, het zijn van de oorsprong, zijn het ook roversnesten. Die Grimaldi's daar in Monaco, dat waren gewoon zeerovers. En omdat je daar een rots hebt, zaten ze daar een boot naar. Moet je weten. Het is bijvoorbeeld interessant, want alle telefoonmaatschappijen in Oostenrijk en in Duitsland zijn gevestigd in Liechtenstein. Waarom is dat zo? Komt dat het Vaduz zo'n enorme, aantrekkelijke stad is? Nee. Natuurlijk niet. Over ze zich niet aan de Europese regelgeving te houden. Want dat kleine klote land is geen lid van de EU. Het is voor hen veel voordeliger om geen lid te zijn dan om wel lid te zijn. Je associeert je volop, zodat je handelstechnisch hebt, je eigenlijk dezelfde voordeel en je bent geen lid. Daar is Kees. Kortom, al die roversnesten moeten opgeruimd worden. Ze mogen hun eigen postzegels blijven drukken, daar zit ik niet mee. Maar voor de rest moeten ze weg. Althans, als ze zich niet aan onze regelgeving houden. En wat mij betreft gaat het ook voor Zwitserland. Ook geen lid van de EU, dat weet u. U weet waarom Zwitserland zo rijk is als het is. Dat hoeft niet moeilijk over te doen. Dat is de spaarbank van al die Europeanen die thuis niet hun inkomen behoren opgeven aan vissers. Heeft u zich nooit afgevraagd waarom Zwitserland in de Eerste Wereldoorlog niet bezet is? En in de Tweede Wereldoorlog niet bezet is? En waarschijnlijk als er een nieuwe oorlog komt, is het beste wat u kan doen, dat is een scheep naar Zwitserland. Want dat zal opnieuw niet worden bezet. Misschien kunt u uw kofferbak volstoppen met contanten. Ja, zoals de Italianen dat doen. Die laaien hun kofferbakken vol met contanten en dan rijden ze. Wanneer je controleert, dan rijden ze over de grens en dan zijn ze tot de bank. Gelukkig wordt dat nu een beetje aangepakt, die Zwitserse boevengeheim. Door wie eigenlijk? Doen wij dat? Is dat de EU?
die de Zwitsers op de orde heeft geroepen? Nee, die doen dat. De Amerikanen doen dat. En die hebben de macht. U weet, u heeft net dat rapport gehoord natuurlijk. Ze hebben die Zwitsers bedreigd om ook met waterboarding en hele schouten kraan in te zetten. Ja, waarom zijn wij in Nederland natuurlijk ook niet erg enthousiast om dit soort van lui aan te pakken? Omdat wij zelf natuurlijk een beetje de Cayman-eilanden van West-Europa zijn. We hebben ook wetgeving waardoor het voor grote maatschappijen onvoordelig is om je als brievenbusfirma op de Heere Gracht te vestigen. Wie zijn daar bijvoorbeeld gevestigd? Zulke onsympathieke oplichters als de Rolling Stones. Die zijn als firma bestaan ze meer geleden in Nederland. Daar gaan we verder niet over zien. We waren gevorderd tot Luxemburg en toen even afgemaakt. Wie is nummer 2? Duitsland. Duitsland geboden. Nederland. Finland. Oostenrijk. Die bent er nog steeds niet. Griekenland. Dat is wel geest. Nou, één ding, u bent een optimist. U bent een ziekelijke optimist. U moet er echt mee uitkijken, zou ik zeggen. Het is Ierland. Ik dacht ook, ik was verbaasd over de cijfers. Als u de cijfers trouwens ook wil controleren, als u denkt, die kosten kan wel zoveel bewegen, dan moet het Britse weekblad The Economist produceert elk jaar aan het eind van het jaar een soort toekomstvisie op het volgende jaar. Dus nu is dat, ziet u in de kiosk staan, 2015. Nou, u begrijpt die toekomstvisie, dat is gelul, want niemand weet wat er in de toekomst gaat gebeuren, maar achterin staat altijd een breed overzicht van alle landen van de wereld, hoe ze er in economisch opzicht voor staan en wat op korte termijn te verwachten was. Ja, Ierland kan ook. Ik was verbaasd omdat we Ierland natuurlijk een beetje uit de puree hebben moeten helpen. Dat de banken en de overheid daar toch zonder hulp niet hadden gered, maar het is Ierland. En dan krijgen we nummer 3. Eindelijk Nederland. Nederlands nummer 3, scheelt geen hout met Ierland, kan ik u verzekeren. Het wordt altijd in dollars uitgedrukt, maar het bruto binnenlands product per hoofd is in Nederland ruim $50.000. Dus bent u alleenstaand, dan is het $50.000. Maar heeft u bijvoorbeeld 10 kinderen en uw echtgenoot is nog niet weggelopen, dan is het dus even kijken, 12 maal $50.000, dus dan zitten we op $600.000. Ja, daar kijkt u van op. Het is natuurlijk flauwekul, maar we kijken het u even voor, het is statistiek. Het zijn statistische gemiddelden. Maar het is interessant dat wij op plaats 3 staan. Kijk ook even voor uw educatie op. We zijn stukken welvarender dan landen als Frankrijk en Italië. Het scheelt met Duitsland niet veel, omdat wij het de afgelopen paar jaar niet best hebben gedaan en de Duitsers wel goed hebben gedaan, maar we zijn nog steeds rijker dan de Duitsers, wat u ook niet wist, denk ik. En dan de Finnen of de Zweden. Niet dan de Noorden, maar die zijn er niet van u niet, zoals u weet. Die worden pas dit als de olie uit de Noordzee op is. Ja, dat is handig. Dan kunt u nog zeggen, en ik heb al een begrip voor die redenering, want je hoort dat u vaak, en daar zit deels wel wat in hoeverre is een bruto binnenlands product een indicatie van of het in een land werkelijk goed gaat, ja of nee. Want dan moeten we ons afvragen, wat is eigenlijk de indicatie of het in een land werkelijk goed gaat, ja of nee? Hoe zou u dat definiëren? Wat is de kern in feite van een goed functionerende natie? Waar zit u dat in? Nou, dat is een factor. Stel voor dat onze werkloosheid op Spaans niveau zou liggen. Dus dat 40% van de jongeren en 25% van de ouderen werkloos zijn, dan zou ik zeggen, dat schijnt bijdrage aan het nationaal geluk. Ik zou zeggen dat je iets zou moeten kunnen meten, hoe staat de modale burger ervoor? Wat zijn de kansen en mogelijkheden van de modale burger? Wordt hij niet aan zijn lot overgelaten als hij een vreselijke ziekte krijgt? Wat zijn de kansen voor zijn kinderen om naar een fatsoenlijke school te gaan waar ook daadwerkelijk iets geleerd wordt?
hoe groot zijn zijn kansen om op straat getroffen te worden door machinegeweervuur? Ja, dat is wat je tegenwoordig in Amstelveen dient vermeden te worden. Nou vond ik dat toch een plaats waar je niet zegt van, daar ga ik mij vestigen. Ja, je kunt je ook afvragen of dit proces gewoon niet op de vrije loop moet krijgen. Ja, dat zijn opgedonden af, toch? Ziet u dat niet zoals ik? Ja, overigens, nu het elke dag in de krant staat, al die liquidaties, hebben wij een hoog moordcijfer in Nederland. Ja, het is al een retorische vraag en dat had ik anders moeten vragen natuurlijk. Hoeveel mensen denken u dat er per jaar in Nederland vermoord wordt? Ongeveer, slaan een slag naar. Ik bedoel, ergens tussen de 10.000 en de 2, zou ik maar zeggen. Hè? 300. Gewoon. 25. Nou, als u het bij me optelt door 2 deelt, dan heeft u een aardig idee van hoeveel mensen er in Nederland vermoord worden. Maar heeft u wel eens gezien wat er in Mexico vermoord wordt per jaar? Dat zijn 50.000 mensen. Moet u zich voorstellen. In Mexico worden elk jaar evenveel mensen vermoord als de Amerikanen gesneuveld zijn in Vietnam. Dan kijk ik er vanop. In Nederland ligt het aantal moorden per jaar op 160, 100. Omdat het er zo weinig zijn, zijn de fluctuaties ook vrij groot. Nou, dat is een heel laag cijfer in principe. Kijk maar uit, we hebben meer dan 16 miljoen inwoners. Kunt u uitrekenen hoe groot de kans is dat u vermoord wordt? Bent u toevallig lid van een Marokkaanse drugsbende in Amsterdam, dan zou ik toch een andere berekeningsmethode toepassen. Ja. Van de trouwens vrouwen en mannen, dat scheelt enorm. Van de vermoorde mensen 70% man, 30% vrouw. Het is wel bij de vrouwen zo dat het grootste aantal moordenaars van vrouwen de partner of de ex-partner. Dus dat u toch nog eens even thuis gekomen om even nadenkt over uw partner. Heeft u bijvoorbeeld een beperkte agressiebeheersing, dan is het misschien toch verstandig om naar een ander te zoeken. En dan moet u oppassen dat het geen stalker wordt. Oké, maar in totaal gaat het om 30% van de vermoorde vrouwen, dus dat is niet, ook weer niet zoveel. Ja, de vraag is dus, hoe is het met de modale burger? Kan die aardig wonen? Heeft een aardige school in de buurt? Al dat soort van factoren. En hoe komen we erachter? Dat is natuurlijk de vraag. Hoe komen we erachter hoe dat zit? Daar hebben we eigenlijk internationaal een hele reeks van indexen voor. Ik weet niet of je daar ooit is. U zult waarschijnlijk wel eens gehoord hebben van de Human Development Index. Ja, daar heeft u wel eens van gehoord. Nou, laten we daar nou eens de top 4 van aanlopen. Wat denkt u dat de top 4 landen zijn van de Human Development Index? Dat is de beroemdste index, een hele beperkte index eigenlijk, als je dan kijkt naar het aantal variabelen wat ze gebruiken, maar toch, hij wordt veel gebruikt. Wat denkt u dat, wie denkt u dat de nummer 1 is? Noorwegen. Ik geloof Noorwegen, ik kon niet eens gelijk aan hebben. Ja, 2 en 3, weet u dat ook? Ja, wie is 4? Ja, Nederland is nummer 4. Ja. Dus we zijn qua inkomen per hoofd. Zijn we nummer 3 in de Europese Unie. En de Europese Unie is al een relatief selectie van rijke landen als je naar de 193 soevereine staten in de wereld kijkt. En op de Human Development Index zijn we nummer 4. Ja. Wat kunnen we nog eens meer voor indexen verzinnen? De OECD bijvoorbeeld heeft een hele leuke website, moet je ook eens kijken. Dat is de Personal Happiness Index of Life Satisfaction Index. Hoe heeft u ook, als u er toch van optelt, heeft u geen idee van? Oh, ze doen het heel leuk met boomlintjes en vlaggetjes en zo. Zeer de moeite. Daarom zeg ik, u kunt al die dingen kunt u zelf uitvinden. In feite is een half uur computeren is voldoende om een heel aardig idee te hebben hoe Nederland het doet in comparatief verband. Dat is misschien iets wat ik nog moet noemen. Namelijk dat als iemand zegt van, stel voor u gaat naar een partijtje, een verjaarspartijtje, en ja, valt een diepe stilte en u zegt, nou ik heb helaas zo'n leuke lezing geweest.
Verbranding volgens mij legde uit wat een fijn land Nederland is. He? En dat u dan, dat die luiden die van die springen op van hun stoelen. En die zei, ja, dat is helemaal niet waar. En dan zegt u, ga maar mee naar boven. Dan gaan we even op de computer kijken hoe het zit. He? En bovendien zegt u van, kijk, als je vindt dat Nederland een klote land is, iedereen heeft het volst, dat is ook zo fijn van Nederland, je hebt het volst, je wordt niet gearresteerd. Als je zegt dat Nederland een klote land is. Het is stom om het te zeggen, maar je wordt niet gearresteerd. Je wordt in Nederland bijvoorbeeld niet gearresteerd als je stom bent. Ja, dan zou ik in het begin aan zijn. Dus dat doen we nou helemaal niet. Ja, maar waar moet je ze onderbrengen? We hebben al verschillende provincies die er. Nou, waar moeten we niet op doorgaan? Als iemand zegt van een klote land is Nederland, dan moet u altijd zeggen, ja dat mag je best zeggen, maar waar vergelijk je het mee? Kijk, als je het vergelijkt met een soort paradijs, met de standaard, waar alles in orde is, nooit iets misgaat, iedereen gelukkig is, wat het dan ook mogen geweest, ja, dan zijn wij natuurlijk ook een land met allerlei ernstige gebreken. Ja, je zult nu maar bijvoorbeeld behoefte hebben aan verpleegzorg en terechtkomen in die malle molen van die beleidswijzigingen van de WMO. Weet u al wat de WMO is? Waar is dat een afkorting van de WMO? Ja, heel goed, wie zei dat? Heel goed zei dat u dat wist. Meestal weet je niet. Gek, hè? Daar wordt er al jaren over gediscussieerd. Dan vraag je wat is het? Dan weet je niet wat het is. Precies gek. Moeten we straks bij de EU misschien ook even doen. Ja, ja, het is comparatief. Dus als u zou zeggen, God, Nederland is een klote land, dan moet u bijvoorbeeld reëel kunnen aantonen dat een enigszins vergelijkbaar land, dus niet Burundi of zo'n soort van land, of Liberia of zo, nee, maar een land zoals België of Denemarken, dat beter is dan Nederland. En dan moet u bovendien ook cijfers hebben en alle andere gegevens om die mening te staven. Nou, laten we België nou eens nemen. Is België een beter land om in te wonen voor de modale burger dan Nederland? Ik zwijg even van de frieten, dat we die niet even meetellen. U heeft zeker wel gezien dat het frietenkot dat op de UNESCO Werelderfgoedlijst terechtgekomen is. Of dat ook de frieten ook op de Werelderfgoedlijst staan, dat was mij niet duidelijk. Ik bedoel daarmee de kwaliteit van de frieten. Dat je kunt bellen en zeggen, nou ik heb er een proef, maar die is niet van de Werelderfgoedlijst. Dan kan ik maar behouden. Ja, als u zo eens in België bent, wat valt u dan op? U bent met de auto in België, of anders. En wat valt u dan op eigenlijk? Ja, dan valt u toch op zo'n lamentabele infrastructuur die België ook nahoudt. Heeft u gezien dat die regering die daar nu aan de macht is en waar ze nu breed tegen staken, dat die eigenlijk van plan was om België te vernederlandsen? Interessant eigenlijk, interessant perspectief. Want ja, de infrastructuur, als u met uw auto van Antwerpen naar Brugge rijdt en u heeft een beetje een oud wagentje wat niet zo goed onderhouden is, dan valt het halverwege uit elkaar. En zult u verder moeten met een kruiwagen die u geleend heeft van de Belgen die langs de weg wonen. Ja, zo is dat. Terwijl de Nederlandse infrastructuur, hoe is het daarmee gesteld? Ja, het is wel druk op de weg, dat wil ik toegeven. Maar hoe is het met de Nederlandse infrastructuur? Want er is natuurlijk, die infrastructuur zit alleen in het wegenstelsel. Maar dat is natuurlijk ook de hoeveelheid snel internet die je kunt krijgen. Dat is via de jolo op tijd vervangen worden. Nou, weet u bijvoorbeeld iets over het rioolstelsel van Nederland? Is dat goed in orde of niet goed in orde? Ja, precies. Dat is ook een retorische vraag. Het is goed in orde. Zou dat bijvoorbeeld in de Verenigde Staten goed in orde zijn? Begint u daar zo wat de losse pols van? Nee, nee. Die zullen tenslotte omkomen in hun eigen dorp. Ja. In de Verenigde Staten is vrijwel niets in de publieke ruimte werkelijk goed in orde. Dat ze daar al decennia een ideologie hebben die zegt dat de publieke ruimte niet interessant is en dat het alleen gaat om de individuele burger en wat die van zijn leven denkt en wat hij daarmee doet. Wat natuurlijk
veel meer dan de Amerikanen denken, nou juist afhankelijk is van de publieke raad. Hoe is het met ons onderwijsstelsel gesteld, waarvan u een recent product bent? Is dat zo slecht als je vaak van oudere Nederlanders hoort? Want u weet dat u kunt bijvoorbeeld geen staardelingen meer maken. Dus dat gaat niet op de proef stellen. Want dan laat ik gewoon iemand naar voren komen die 64 moet delen op 10.751. En dan tegen de tijd dat we jou al ontruimd hebben, de wistheid zijn. Zit hij nog de borstelen met een potloodje? Waarbij je natuurlijk kunt zeggen, waarom zou je godsnaam een staartwending moeten kunnen maken? Want wie maakt er dan nog meer? Wie van u heeft de afgelopen 10 dagen een staartwending gemaakt? U? Nou, ja, maar u bent bejaard. U bent wat oud. Dus dat kan. Dan is het mogelijk. Ja, maar hoe doet ons in? Want ook hier geldt weer, je moet het comparatief zien. Hoe doet ons onderwijs het in comparatieve zin? Verrassend goed, dat is het gekke. Dat je altijd denkt van het is sinds de lange hebben niks meer. Ze leren geen zak op die scholen, vond ik ook van mijn eigen kinderen. Maar internationaal doen wij het heel behoorlijk in vergelijkingen van. Kijk u naar die wiskunde-olympiades waar Nederlandse kinderen vaak verrassend goed scoren. U weet welke landen nog veel beter scoren, maar wij doen het vergeleken met andere westerse landen doen wij het heel goed. Nou, het geweld hebben we al gehad. Is Nederland een gewelddadig land? Nou, ja, sorry even. Als ik toevallig betrokken ben bij Marokkaanse drukbeters, ja, dan is het een gewelddadig land. Maar zijn wij bijvoorbeeld te vergelijken met de Verenigde Staten op het punt van gewelddadigheid? Nee, absoluut 0,0. Waar je ook maar kijkt, maar misschien weet u zo een item te verzinnen waarbij wij niet goed scoren. Waar je ook maar kijkt, zou Nederland in feite het voortreffelijk doen. En daarom heb ik nog een index voor u, namelijk de Social Progress Index. Social Progress Index. Dat is een index van de Harvard Universiteit, ook dus volledig onverdacht. Het is dus niet bedacht door autistische Nederlandse beleidmakers. Zakkenvullers allemaal tot de laatste man. Hoe is het met mijn tijd? En je zit zo bedenkelijk te kijken. Dus ik denk al, hoe is het met mijn tijd? Nog 1 minuut. Ik heb nu 1 uur volgepraat. Hoe is het mogelijk? Sorry. Ik was eigenlijk in lijn. Nee, dat is niet waar. Ik kan er zo aan, ik kan maar. Ja, kijk nu eens voor de aardigheid. Naar die dus Social Progress Index uit onverdachte bron, de Harvard University. Dus niet Mark Rutte, niet het Centraal Bureau voor de Statistiek, want u weet wat populisten zeggen als je zegt ja, maar CBS zegt ja, CBS. Dat is niet een grote samenzwering. Dat is die autistische elite die manipuleert die cijfers, zodat je nooit weet waar je naartoe bent in Nederland. Dat is allemaal pure oplichterij. Dat is één grote samenzwering. Zodra overigens iemand tegen u zegt dat iets één grote samenzwering is, wij zijn de deur. En zorg dat u verder nooit meer enig contact met de betrokkenen heeft. Want het gaat hier om een vrij ernstige psychische stoornis. Die overigens bij links en rechts evenveel voorkomt, maar in verschillende varianten dat weer wel. Ja, kijk nou eens naar die social progress index, want daar zijn er al een enorme reeks van variabelen zijn meegenomen. Het ecologische beleid, het onderwijs, je kunt het zo gek niet verzinnen of het is meegenomen. En dan kom ik weer met mijn vraag, wie denkt u dat er nummer 1 is op die lijst? Zoekt u het straks maar even op, hè? Mocht u mij niet geloven, u kunt het allemaal zelf checken. Nou, dan is het mooi. Vroeger kon dat niet, maar tegenwoordig kan dat. Hè? En maak dan ook eens wat over aan de Wikipedia. Hè? Als je toch bezig bent. Ze hebben nu weer zo'n oproep. Als elke gebruiker 2 euro schenkt, dan zijn ze geloof ik al voor 300 jaar gebrand of zo. Ik heb vrij regelmatig iets geschonken. Ik vind het een fantastische instelling. Ik heb horen verluiden dat je als student voor scripties en zo geen beroep mag doen. Ja, die zou niet betrouwbaar zijn. Ik kan je verzekeren, ik heb heel veel verstand van encyclopedieën.
Geen enkele encyclopedie is werkelijk betrouwbaar en de Wikipedia is niet minder betrouwbaar dan andere encyclopedieën van vroeger. Weet u wel dat je nog 38 van die in lindenband met goud op snee bij de ouders op het adres waar stonden. En zoals de editie van de Winkel Prins, die is niet betrouwbaarder dan de Wikipedia. Ik verzeker, spaar de centen over. Ja, wie is nummer 1 op de Social Progress Index? Denk. Leuk, dat is een leuk avondje, want ik ben ervan overtuigd dat u, als u het redt, krijgt u een Peter München. Geen stapel. Nee. Eigenlijk op al die indexen waar ik het over gehad heb, en ook andere, zul je steeds zien dat de Verenigde Staten het relatief slecht doen. Meestal staan ze op plaats 14, 13, 14. Het hangt een beetje vanaf hoe ze je inkomen per hoofd meetelt in de index. Telt het sterk mee in de index, dan staan de Verenigde Staten hoger. Ze zijn nog steeds per hoofd van de bevolking rijker dan de meeste West-Europese landen. Maar u weet op zichzelf een interessant punt, fijn dat u mij daar even via aan herinnert. Ook natuurlijk op het punt van inkomensongelijkheid is Nederland een relatief gunstig land. Zoals de meeste West-Europese landen eigenlijk op het punt van inkomensongelijkheid en vrijgoed. Ik heb het niet over vermogensongelijkheid. Ik heb het niet over die Piketty. Wie heeft het met de Sinterklaas gekregen? Of wie heeft die korte samenvatting gekregen? Ook niet. Heeft niemand het van de Sinterklaas gekregen? God, bij ons was eigenlijk zo'n beetje de enige gift van Piketty. Ja, de ene na de ander. Die denkt, die man die komt, die wordt slapende rijk van de familie Rolse. Wat zijn er voor bezwaar trouwens? Sorry dat ik even afhaal. Kom zo weer terug. Ja. Als je nou bijvoorbeeld, hij zegt dus dat vermogen op lange termijn niet waar sneller groeit dan inkomen. En dat is vermogensbezitters op lange termijn, dat de afstand tussen vermogensbezitter en ander op lange termijn steeds sterker groeit. En wat denk je dan zelf onwillekeurig aan? Staat een niet onaardig boek over de 250 rijkste Amsterdammers in 1650, weet ik vanaf zijn. Zeg maar halverwege de 17 jaar. Hoeveel van die 250 families, denkt u, zijn nu nog steeds even schat hemelrijk als ze in 1650 waren? Elf. Nou, dat is al niet veel, maar nog veel te veel. Ik, volgens mij eigenlijk geen enkele, behalve misschien de familie Six. En de familie Six is rijk omdat ze een aantal echte Rembrandts in huis hebben gehad. Dat je niet meteen vanavond gaat stelen, maar... Dus ja, kunnen ze toch niet kwijt, dus nu heeft geen zin. Ja, dat is denk ik. En ja, wat doet een echte Rembrandt op de kunstmarkt internationaal? Ik denk dat ze onder de 50 miljoen eigenlijk geen Rembrandt kunnen kopen. Hetzelfde cool werk van Rembrandt dat die ook gemaakt heeft. Doet nog maar 50 miljoen. Zeg net als met Van Gogh. Ja, als die keer zijn neus heeft gesnoten en de zakdoek bewaard, dan kost dat ook 10 miljoen. Ja, dat viel me. Ik dacht al direct, nou ja, die vermogensbezitters, als je dat zo over de eerste kwam, een hele lange termijn, maar desalniettemin toch een reële termijn, 300 jaar, en dan blijft er gewoon niks van over. Nul, maar niks. Want de huizen van die schatrijke Amsterdammers, die staan er nog. In de Gouden Bocht, aan de Herengracht, die staan er nog. En gek genoeg is uit onderzoek gebleken dat ze nu even duur zijn, relatief duur, als ze in 1650 waren, is dat niet curieus. Prima belegging. Over 300 jaar hebben ze dus hun waarde perfect behouden. Maar goed, ik dwaal af. Nou, misschien zelfs dit nog eens een interessant. Hè? Want Nederland is niet nu ineens rijk geworden, zoals sommige landen de afgelopen paar jaar rijk zijn geworden. Nederland is al 500 jaar een extreem welvarend land. Tussen 1600 en 1840 waren wij het rijkste land ter wereld. Toen werden we gepasseerd door de Engelsen, oké, maar ondertussen hebben we de Engelsen al lang en breed weer ingehaald en gepasseerd. Want u weet, met de Engelsen is het in velerlei opzichten niet verschrikkelijk goed gesteld. Het is een vrij wonderlijk land, er is een soort openluchtmuseum met een financieel waterhoofd. Ja, dat denk ik dat het een vrij adequate beschrijving is. Maar we gaan terug naar de Progress Index. Ik moet een eind aan maken. En nummer 1. Het is ook verrassend.
U moet eigenlijk een beetje denken aan hobbits. Ja, kan er ook niets aan doen. China. Wat hebben hobbits met China? Ik dacht dat ik u een beetje op weg zou kunnen helpen. Ik zie wat dat u die Pompey-films niet gezien heeft. Wie heeft die drie films gezien over In de Man van de Ring? Oh. En daar weet u dat Pompey Tom, dat komt er ook in voor, daar begint het. Met die ronde dingetjes, hè, duur geloof ik. Ja, ik heb ze niet gezien, die films, maar... En waar hebben ze dat nagebouwd? Dat dorpje van die hobbits. In Nieuw-Zeeland. Wie staat er nummer 1 op de Social Progress Index? Nieuw-Zeeland. Ja, alleen vanwege die hobbits, dat begrijp ik toch wel. Ja, en wie staat er nummer 2, denkt u? Ierland. Nee. Ik wil wel meteen verklappen waar Nederland staat. Het begint een beetje eentonig te worden. Wij zijn nummer 4 op die lijst. Maar de verschillen zijn zo, in die top zijn die verschillen zo minimaal eigenlijk, dat ze verwaarloosbaar zijn. Dat je dus door één variabele natuurlijk een beetje anders te manipuleren zou, het een beetje anders uitpakken. Eigenlijk wat je eigenlijk ziet in al deze indexen, hè, of het nu de Jonge Development Index is, of dat de OECD-indexen zijn, of dat het deze index is, u ziet altijd dezelfde 6 landen ongeveer in de top staan. Nou, waar kan dat zijn dat dan? De Scandinavische landen, Canada, Nederland, Zwitserland vaak ook wel, maar dan heb je dan een bijl heen, hè, natuurlijk, hè, met je topset. Het zijn altijd dezelfde soort van landen. En wat is het probleem met een land als Canada? Waarom is het gek dat dat in de top staat? Wat moet je natuurlijk eigenlijk ook infactoreren bij dit soort van lijsten? Het klimaat. Of heeft u, speelt dat bij u geen rol? Nederland heeft een van de fijnste klimaten ter wereld. Dat vindt u waarschijnlijk niet. Ja, dat komt omdat u nooit lang in het buitenland heeft gewoond. En daarom heb ik ook een programma opgezet. Ik hoop dat het ook doordat dit portret een boost kan krijgen. Dat mensen die ontevreden zijn over Nederland, die krijgen het recht om in een land naar eigen keuze 6 maanden door te brengen op kosten van de Nederlandse staat. Maar u mag niet naar de top 10. U mag niet naar Zwitserland of naar Noorwegen of zo. Nee. Maar u mag uit die andere 183 landen mag u er eentje kiezen. Nou ja, ik weet precies hoe de dag gaat lopen. De meeste mensen kiezen de Verenigde Staten. Maar dan mag je bijvoorbeeld niet naar een plek in de Verenigde Staten die op minder dan 100 kilometer van de oceaankust af ligt. Verder heeft u vrije keus. Kan me niet schelen. Seizoen mag u ook zelf kiezen. Helemaal geen probleem. He, u mag naar het Middenwesten. In de zomer. In de winter. En als u dan terugkomt, dan moet u bij mij een rapport uitbrengen hoe het was om een hele zomer in het Middenwesten uit door te brengen. Dat zal u niet meevallen, kan ik u verzekeren. Want dan zult u zien dat het nou zo godvergeten warm is in het Middenwesten. Dan zal nog iemand zeggen, nou dan ga ik winters. Hè? Heeft u het laatst weer gezien? Hè? U weet hoe dat komt in de Verenigde Staten. Die lopen de bergketens, die lopen parallel. He, dus van noord naar zuid, aan de ene kant, de Rocky Mountains en al die Sierra's, en de Appalachen natuurlijk aan de andere kant. Met een verschrikkelijk gevolg. Dat is warme, vochtige lucht opstijgt uit de Golf van Mexico, en ijskoude lucht, niet waar, maar met een enorme plof uit Canada naar beneden komt vallen. Met gruwelijk. Dus of het is ijskoud, of het is niet de harde zo warm. Of je hebt twisters. Hè? Want als die twee systemen op elkaar botsen, heb je twisters. Dus ik zou u al. Ja, je hebt twister, ja, niet. Hè? Weet, dat is niet fijn hoor. En de meeste Amerikaanse huizen zijn met zo'n niet-pistool gebouwd. Dus dan... Ja, is u dat nooit opgevallen? Als u in Amerika op zo'n bouwplaats rijdt, dat u als hoort pok, 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 pok. Zo bouwen ze die huizen. Hè? Ik ben afgemaakt, sorry. Kijk,
op al die indexen. Kijk even van mijn rol naar wat de top 10 ligt betrekkelijk dicht bij elkaar. Je zult zien, het zijn altijd ongeveer dezelfde landen. En al die landen, je zou ook nog wel een soort schema kunnen opstellen. Het zijn geen hele grote landen. Ja, je zult zeggen, Canada is hartstikke groot. Ja, dat is waar, maar daar woont geen kind, dus dat telt niet mee. Gaan we een bevolkingsaantal. Geen van die landen in de top 10 is verschrikkelijk groot. Zijn er niet de Verenigde Staten of China of India of Rusland? Want dan grote landen hebben ook de kans om er een grote puinhoop van te maken. Maar kijk naar de Verenigde Staten de afgelopen 30 jaar in feite. Maar dat klimaat, daar komt nog heel even op terug. Als je ook in Nederland het klimaat zou infactoreren, wat nooit gebeurt, dan kom je gemakkelijk tot de conclusie dat Nederland eigenlijk het fijnste land ter wereld is. Want die Scandinavische landen die op zo hoog staan, daar is nu de zon al onder de horizon verdwenen. Komt die pas weer terug. Heeft u echt nooit zo over nagedacht? Winter in Zweden, winter in Noorwegen. Dat is geen molletje hoor. Winter in Finland, daar kunnen ze elke winter de Elfstedentocht rijden. Ja, zou u dat willen, dat we in Nederland elke winter de Elfstedentocht gaan rijden? Dan zou ik weer emigreren. Dan zou ik in België te gaan wonen. Als het zover komt. Ja, waarom in België? Waarom zou je nog wel in België kunnen gaan wonen? Daar spreken ze Nederlands. Dus dan word ik in Frankrijk gaan wonen. Dan moet je Frans spreken, ja. Ja, ik zit te kijken alsof u het in Keulen hoort donderen. En een enkele sufkop die zal misschien graag in Frankrijk willen wonen. Maar dat is geen genoeg, ook daar of u raakt geïsoleerd. Maar u heeft geen idee hoe erg het is om in een land te wonen waar u uw moedertaal niet kunt spreken. Waar u steeds het gevoel hebt van, het is alleen een beetje lastig om ook het voordeel van de moedertaal ook in internationale staat toe te rekenen. Ja, dus even denken, maar dan zullen we. Denk er thuis maar eens even over na. Goed, mijn centrale boodschap was dat als je comparatief te werk gaat, en als je dus buiten onze grens kijkt, dat je vrijwel overal zult vinden dat Nederland hoort tot de 10, ik neem het heel ruim, zo u wilt, tot de 6 meest aantrekkelijke, best georganiseerde, meest sociaal bewuste, best van infrastructuur voorziene landen die er in de wereld zijn. Dank voor uw aandacht. Dus inderdaad, nog één, ik zit met de aan. Bedankt voor uw heldere verhaal. We hebben gezien dat Nederland vergelijkenderwijs verschillende manieren het heel erg goed doet. Maar dat is natuurlijk ook aan de zaal om daar te twisten of vragen over te stellen. Dus dat gaan we nu doen. Ik ga even daar zitten zodat er een loopmicrofoon vrij komt. Zodat mijn collega hier. Maar als ik helder zeg, dan gaan we toch? Oké, als voor het programma meewerkt. Okay, nou, toch niet ervan. Maar huisletjes, steek even je hand op, dan krijg je de beurt of niet, dan heb je pech. Sta even op om iedereen je zien. Probeer je vraag een beetje kort en to the point te gaan. Ja, dan probeer je kort en to the point aan te voeren. U weet dat dat niet gaat lukken. Okay. Hij geeft de microfoon maar in. Hij was de eerste. We hebben er al in. Okay. Ja. Ja, nou, hartstikke bedankt voor uw verhaal en naar uw grenzeloze optimisme wil ik toch een poging tot doen, denk ik. We zien dat, als we nu eens naar de toekomst kijken, zien we dat er een belangrijke ding is innovatie. En we zien dat er ontstaan in de Verenigde Staten juist enorme bedrijven, Google en Amazon, die in 10, 20 jaar tot de grootste bedrijven ter wereld horen. En die ontstaan niet in Europa. En dat wordt wel gezegd, dat is jammer. Wat vindt u ervan?
Is dat een tegenvaller dat er niet zulke innovatie in Nederland plaatsvindt? Ten eerste bestrijd ik het idee dat dergelijke innovatie in Nederland niet zou plaatsvinden, of in de meer in de algemene zin in West-Europa. De Verenigde Staten zijn natuurlijk op het punt van internetmarkt. Is dat de grootste alleengesloten internetmarkt ter wereld? Daar hebben ze een aanzienlijk voordeel van. U zult zelf, als u een mobiel telefoontje heeft of een smartphone en u rijdt over de Belgische grens, dan hoort u ineens piep. En dan verschijnt er op uw scherm een boodschap dat u nu in de hand bent geraakt van Belgische providers. En dat u 3000 sms'jes nu 0,1 cent per se, nou, een andere lulkoek die op uw scherm verschijnt. En elke keer dat u een Europese grens overschrijdt, zult u met dat verschijnsel te maken krijgen. Wat natuurlijk echt boerenloop bedroevend is, dat we er niet in geslaagd zijn om daar een mobiele telefoon- en internetmarkt van te maken. Ik hoop wel dat dat gaat lukken. Maar ja, u heeft gelijk, Google, Apple, kunt u als voorbeeld geven. Al worden al die Apple-producten natuurlijk in China vervaardigd, maar goed. Maar nu ga ik u een ander voorbeeld geven. Stel voor, u woont in de Verenigde Staten. Nee, u woont in Nederland. En u gaat een auto kopen. Voorlopig zal dat bij u niet het geval zijn. Neem ik aan, dat lijkt me niet verstandig. Als student in Utrecht heb je niet veel aan een auto. Maar u bent plotseling, krijgt een erfenis, u gaat een auto kopen. En dan is mijn vraag eigenlijk, gaat u een Amerikaanse auto kopen? Ja. Waarom niet? Dan zou ik u toch aanbevelen om eens een auto te huren. Een Amerikaanse auto te huren. Zijn daar, zijn hier. En als u dat gedaan heeft, huurt u ook nog een Audi en nog een Volkswagen, zus of zo. En dan zult u er wel heel snel achter komen dat daar van de Amerikaanse auto's van lamentabele kwaliteit zijn. Niet voor niks, in feite dat ik slecht gedaan heb, vergelijkende wijze in de afgelopen. Er zijn tal van industriële producten die u niet interessant vindt, want u vindt uw smartphone leuk en u vindt het internet leuk. Maar je moet een heleboel smartphones verkopen. Met forse winst wil je evenveel verdienen als Audi verdient aan die A6 die ze nu gaan verkopen. Maar die staat technologisch, autotechnisch, op een veel hoger niveau dan de Amerikaanse auto's. En ik kom dat de Duitsers toevallig veel betere auto's bouwen dan de Amerikanen. Praktisch over het hele gebied. En dat geldt eigenlijk voor een heleboel geavanceerde industrieproducten. Alleen zijn dat industrieproducten waar niet elke dag een of andere lulboek verhaal over in de krant staat. Dat alles anders worden, de sociale media, dat soort dingen. Wat de Amerikanen Twitter hebben uitgevonden. Zo wat zou ik zeggen. Ik heb liever een A6 dan Twitter. Ben ik toch maar mee, of niet? Desnoods verkoop je A6, dan kun je voor de rest van je leven met je hele familie gratis twitteren. Nou, geloof ik, is dat gratis of niet? Twitter. Ja, dat wist ik niet. Het is gratis. Godzijdank, zegt ze. Dan worden voor die onzin ook zo'n grote betalen. Ja, dit is maar net waar u kijkt. Er is in West-Europa sprake. Laten we een voorbeeld noemen waar u allemaal van gehoord hebt. U heeft zo'n smartphone in de zak. Hè? Zit een chipje in. Waarschijnlijk heeft u een app. Of niet? Nee, Android. Oh. Dat had u wel niet moeten doen natuurlijk, maar goed. Ja, er zit ook een chipje in. En hoe is dat chipje gemaakt? Dat moet ontworpen worden, daar zijn speciale ingenieurs voor. En dan wordt dat, u weet dat is eigenlijk een voornamelijk optisch proces. Dat het ontwerp wordt heel groot gemaakt en dan verkleind. En dan wordt het geprojecteerd en geëtst op een minuscuul klein pielig chipje. En hoe, wie, in wat voor soort machines wordt dat gedaan eigenlijk? Oh ja, van meneer ASML. Ja, van ASML, dat weet u wel. En u begint ook direct te glimmen, omdat u plotseling de heerlijke gedachte krijgt, wij kunnen ook iets. Verdoemd, wij kunnen ook iets. Is er nog een andere chipsmachinefabrikant in de wereld, denkt u? Ja, er zijn wel meer. Ja, precies. Weet u ook wel dat je het niet. Schiet me zo niet te binnen. Nico. Wat je wel kunt voorstellen, Nikon heeft een hoop optische technologie in huis. Nikon bouwt ook van muziek, maar bij mijn weten is ASML een stuk groter dan Nikon is. En zo zijn er tal van industriële
laat ik nog een ander voorbeeld proberen te verzinnen. Stel je voor, u heeft een hele grote, ingewikkelde machine nodig, waar je aan de ene kant stort je de tabak en de papiertjes en de plastic erin, en aan de andere kant poppen er in een gigantisch tempo pakje sigaretten uit. En daar heeft u een machine voor nodig. En nou gaat u zo'n machine bestellen. Waar doet u dat? Nou, bij die fabriek Philip Morris die net dicht is. Bij die? Ja, Philip Morris heeft net de fabriek gesloten. Oh, die gaat naar Helmond. Ja, dat zou kunnen. Maar dat, dan wordt die fabriek over 2 jaar weer gesloten. Dus dat heeft niet zin. Nee, het gaat erom waar u de machine komt. Dat weet ik niet. In Duitsland. Duitsland is de grootste machinebouwer ter wereld. Japan doet er ook veel aan. Maar de Amerikanen bijvoorbeeld maar een hele beperkte mate. U kunt veel beter de industriële wereld als één systeem zien, waar in feite de verschillende onderdelen, de Verenigde Staten, West-Europa, Japan, tegenwoordig natuurlijk ook komen in China, in feite deel uitmaken van één groot systeem, dan dat u zegt van het is typisch Amerikaans, of het is typisch Nederlands, of het is typisch Belgisch. Stel voor u bouwt, u heeft een hele grote dieselmotor nodig voor zo'n supergroot containerschip. Waar zou u die dieselmotor bestellen? Toch ook bij Duitsland? Dat zou kunnen, maar er zijn ook wel andere plekken waar je zo'n dieselmotor kunt bestellen. En die zouden kunnen net hier en daar waar staan die motoren. Zeg maar, u is iets over lezen, dat is hartstikke leuk. U heeft een vliegtuig nodig. Ja, u zegt van, oh wat jammer dat die A380 uit productie wordt genomen. Ik wil er nog wel eentje hebben eigenlijk. He, als een soort van, als een komende klassiek. Waar koopt u zo'n vliegtuig? A380, waar komt die vandaan? Frankrijk, ja. Ja, Frankrijk, Duitsland, de onderdelen worden op allerlei plekken in Europa in feite gemaakt en dan bij elkaar gebracht en geassembleerd. He. Maar Airbus heeft zich eigenlijk in een vrij korte tijd opgewerkt tot een serieuze concurrent van Boeing, die natuurlijk vroeger een praktische monopolist was op de wereldmarkt. Dus u verkijkt zich op een heel klein segment eigenlijk van de industriële samenleving. Je hebt ook mensen die denken dat de KLM en DAF en noem nog eens de belangrijkste Nederlandse bedrijven zijn. Maar dat zijn ze helemaal niet. Ze zijn altijd duidelijk. Ze zijn nooit echt grote moneymakers geweest. Er zijn allerlei Nederlandse bedrijven waar je nooit van heeft gehoord en die wereldwijde successen boeken. Dus denk nou niet dat wat in de krant staat over. Ook wij ontwerpen prachtige software. Het is niet zo dat alleen de Amerikanen dat kunnen. Dus maak u zich er geen zorgen over. Dat is eigenlijk vooral mijn aanbeveling. Te meer natuurlijk omdat naar mijn gevoel de modale Amerikaan in veel mindere mate een prettig leven heeft dan de modale Nederlander. Dan maar ietsje minder Google, zou ik zeggen. Wat is Google? Dat zijn een paar zoekalgoritmes. Die bovendien u, als u het regelmatig gebruikt, dat u de gekste dingen. Dus als u bijvoorbeeld u schrijft een e-mailtje aan uw vriendin, waarin u zegt 3 gezellige kussen, en dan krijgt u nog maandenlang daar rechts in uw scherm, krijgt u gezondheidskussen, 3,95, kussen in Frankrijk, €600. Alles wat in de verste verte met het woord kussen van doen heeft, dat krijgt u een waterbed met kussen. Gaan ze maar door. Ik denk van, zou dat niet wat minder kunnen? Of ergert u dat niet? Ik lees de meeste niet. Oh, u leest ze niet. Dat u dat voor elkaar krijgt. Ik heb een ongekend talent voor met de energie. Dat is ook een talent hoor. Echt waar. Dus, nou ja, u ziet hoe compact mijn antwoorden zijn. Nog één vraag. Ik vroeg mij eigenlijk af, deze verhaal nu aan ons stellen, dat was een heel duidelijk verhaal. Maar het feit is wel dat het grootste deel van de Nederlandse bevolking inderdaad nog steeds in het Nederland kut is. Ja. En denkt u dat het altijd zo zal blijven, of is het iets wat we daaraan kunnen doen? Of? Dat is een heel
aardige vraag. En ik zeg dat niet als een soort routine, maar de vraag is natuurlijk wat doen we eraan? En hoe zijn we eraan gekomen? En dat, ik weet niet of u ooit wel zo'n plaatje heeft gezien, waar als je op de ene manier kijkt, is het een heel oude vrouw. He, met zo'n geest, ik heb ook een heksenneusje. En als je net op, je doet even zo, en dan zie je plotseling dat het een ontzettend leuk vaasje is met gladiolen. Dat heet een bestandsswitch. En wat wij in Nederland eigenlijk gehad hebben in de late jaren 90 en in het begin van deze eeuw, is een soort bestandsswitch. Je kunt in Nederland het overgrote deel van de factoren meenemen die positief zijn. Maar je kunt ook in feite alleen naar die factoren kijken die je eventueel met enige moeite als je negatief zou kunnen zien. En ik denk dat we eigenlijk wachten op een nieuwe bestandsswitch. En dat is een immens complex cultureel fenomeen. En dat heeft ook iets te maken met wat in de journalistiek framing heet. Het frame wat wij hebben voor Nederland is negatief. Dus alles wat we in dat frame zien, in dat raamwerk zien, zien we negatief. En we denken ook altijd dat in het buitenland veel beter is. Dat kun je ook heel makkelijk aan de mensen meesmaken, omdat ze meestal geen enkele ervaring hebben met het buitenland, behalve met de Costa Brava. Of met vergelijkbare plaatsen in Europa. Dus ze weten niet hoe het in het buitenland eigenlijk is. En ze weten niet hoe het is om in Italië een rijbewijs aan te vragen. En dat een gruwelijke lijdensweg is, die te vergelijken is met die van de heer op weg naar Volgota. Ja, dat had ik niet moeten zeggen natuurlijk, maar dat knippen ze er wel zelf vanuit, ben met jou. Ja, dus het is maar net waar je, als je in Amerika te maken krijgt met overheidsdiensten, kom je er tot je enorme verrassing achter dat onze overheidsdiensten oneindig veel beter werken en intelligenter dan mensen in dienst hebben dan wat in de Verenigde Staten het geval is. Ja. Ga maar, als u er eens bent, naar een postkantoor en vraagt u iets ingewikkelds. Dat kan. Gaat u een heel ingewikkeld pakket versturen naar Nederland bijvoorbeeld. Dat moet u eens proberen. Dan hoor ik graag van u wat uw ervaringen zijn geweest. Ja, zijn we daar alleen maar WLO'ers achter de loketten zitten. Ja, dat is ook een ouderwetse term. Weet u nog wat WLO is of niet? Bijzonder lager onderwijs, ja, hoe heet dat tegenwoordig? Ja, ik kan niet verstaan, maar je vastgelegd. Klinkt goed, klinkt goed. Ja, en hoe kwam ik hierop? Wat voel je nou precies weer? Het ging over de gestalswitch, toch? Ja. Maar denk dus, dat het snel gaat gebeuren dan die gestalswitch? Het zou me niet verbazen. We hebben nu, kijk, ja, het klinkt een beetje intuïtief vaag. Het ziet er toch maar uit dat die economie wel weer aan gaat trekken. Ik weet niet hoe wat dat tempo dat precies gaat gebeuren. Wij doen het nu wat beter dan de omliggende landen, wat ook altijd een reden is voor extra vreugde natuurlijk. Niet dat het veel scheelt, maar het kan geconstateerd worden. Ik zou zeggen, het wordt tijd, laat ik het zo formuleren. En omdat het ook een beetje een golfbeweging is bij mijn gevoel. Maar er moeten enorm veel instanties met die bestandswitch meegaan. Als ik het alleen maar zeg, en u zegt ook allemaal thuis, zeg van het gaat veel beter dan ik gedacht had. En laten we meteen een nieuwe Audi gaan kopen, dat helpt niet. Het moet als een soort osmotisch proces. In feite door de hele samenleving. Het raadsel blijft waarom we die kletsmanoer, die fantast, die kermisganger, die nep-Jezus, waarom we die ooit ook serieus hebben genomen, dat is voor mij nog steeds een onbegrijpelijk raadsel. We kunnen dat proberen te verklaren, maar daar is dit avond niet voor. We kunnen nog maar zo'n shiplezing organiseren. Dan zouden we kunnen proberen om het te verklaren. Maar het blijft een vrij eigenaardige zaak of dat het toen gebeurd is. Maar als je denkt, is het mogelijk dat het weer terug switcht? Ja, dat denk ik wel. Ja. Misschien was het al eerder gebeurd dat we niet de kredietcrisis er doorheen gewalst hadden gekregen. Hè, wat natuurlijk in alle opzichten een hele negatieve invloed heeft gehad. Het kan.
Net zoals u met dat tekeningetje. Ja. Dus dat is er ook zo eentje, dat die eerste konijn. Dus ik vergeet dat dit een type uitweiding is. Ik heb begrip voor uw bezwaren. Maar ik zou er toch voor willen pleiten dat u ook oog heeft voor dingen die er op de eerste gezicht vrij irrelevant zijn. Ik geef maar als voorbeeld de relativiteitstheorie. Nou, we dachten, wat heb je eraan? En ik slaap dat niet. Het is ook fijn dat we het weten, maar het is volkomen nutteloos. En we zijn nu 100 jaar verder ruim en nu blijkt eigenlijk in alle opzichten dat het enorm nuttig is dat u weet hoe het in elkaar zit. Dat is, dus dat de konijn, je ziet eerst een konijn zitten. En dat is een beeldschone jonge vrouw. Ik stop. Nog één vraag, zou ik zeggen. Ik zie je dat je gewoon. Ja, u maar. Ja, nee. En nu ook een vraag. Ook. Ja, ik doe ook een emancipatie. Ik weet niet of u het gezien heeft dat de minister gaat een lijst aanleggen van vrouwen die geschikt zijn om directeur van de PTT te worden. Dat zou ik u niet aanbevelen. Ik wil eigenlijk naar de. Je hebt een aantal alarm omhoog. Dat is in het oudste jaar. Oh. Dan mag u als laatste staan. Ja, het zijn mooie gemiddelde Nederlander cijfers. Dan heb ik er ook eentje. Hoe hoog zou Nederland staan gemiddeld dat wij op vakantie gaan naar het buitenland? Heel hoog. Heel hoog. Maar als wij zijn enorme avonturiers. Als u ooit gereisd hebt, ik zou u daar eens een hele leuke anekdote van vertellen die op hetzelfde relevantie ligt als die konijn. Ja, ik geloof het ook gelijk, maar is het niet ook een teken dat we misschien ook wel in een heel klein landje wonen en dat we vergeleken met alle andere landen toch ook allemaal hier even weg willen? En is het dan niet ook juist ook weer een teken van dat ja, dat we wel een beetje een eigenaardig landje zijn wat dat betreft? Volgens mij zijn we helemaal niet erg eigenaardig, dat is punt 1. Wij laten ons heel goed vergelijken met andere kleine West-Europese landen. Zowel in cultureel als organisatorisch als historisch opzicht. En het feit dat we natuurlijk nogal reizigers zijn, zijn we altijd geweest. We hebben altijd ons geld buiten gaas verdiend, om het maar even zo te zeggen. Nederlanders zijn altijd reizigers geweest. En deels zijn Nederlanders reizigers omdat ze onvoldoende inzien wat ik daar straks duidelijk probeerde te maken, namelijk dat we een geweldig klimaat hebben. Met als gevolg dat ze allemaal massaal naar de Middellandse Zee trekken in de zomer. Maar en eigenlijk voordat het ze te veel wordt, moeten ze ook weer terug. Begrijpt u? Nu zo komt mijn anekdote. Ik stond met die bus waarmee ik door de Verenigde Staten heb gereisd, stond ik midden, echt waar, midden in de Mojave-woestijn. In de middle of nowhere. En ik stond daar te praten met een Indiaans opperhoofd. Over een of andere magische heuvel van die Indianen, die lui geloofden de gekste dingen. En toen kwam er heen in de verte een auto aangereden. Tot mijn verbazing stopte die bij onze bus. En daar stapte meneer uit en zei: hé, hey, meneer Van Rossum, wat leuk dat ik u hier tref in de Mojave-woestijn. Dat is hartstikke leuk. En ik maak een praatje, heb er al een foto gemaakt, het geluid opgestuurd. En even later, 5 minuten later, komt er een auto uit de andere richting. Ook weer midden in de Mojave-woestijn. En tot onze nog grotere verbazing stopte hij ook. En daar stapt weer een meneer. Hé, meneer Van Rossum, wat leuk dat ik u hier tref in de Mojave-woestijn. En daar zaten 2 echtparen in van die financieel goed voorziene echtparen. En die kwamen onder naar ons toe lopen, die maakten wat foto's. Nu komt het leukere van het verhaal. Dat op een goed moment zegt die een tegen die ander zoiets van: ja, wij komen uit Binnenkom. En toen zei dat andere echtpaar: nou, dat is wel zo'n klote plaatsje. En toen begonnen ze samen ruzie te maken over elkaar, over Binnenkom. Dat is eigenlijk iets. Ik dacht bij mezelf, het feit dat we hier 2 echtparen hebben, in dure gehuurde Amerikaanse auto's, midden in de Mojave-woestijn,
die vervolgens naar een korte kennismaking ruzie gaan maken over Bennekom. Toen dacht ik, dit is Nederland ten voeten uit. Dank u wel. Ik wil nog één ding vragen. Heel kort antwoord. Ik wil je eigenlijk uitnodigen. In Rotterdam hebben we een vliegveld. En daar is er ook nog iets waar Nederland ook dan weer bovenaan de lijst staat. Omdat we het strengste land van Europa zijn voor mensen die geen paspoort hebben van Europese afkomst. En dan sluit ik zo op. Dan zou ik u graag op het vliegveld wat willen laten zien. Als ik, ja, ik ben een fervent tegenstander van ons hele immigratiebeleid. Ik vind het schandelijk. Het is beschamend. Het is verschrikkelijk. En dat hebben we te danken aan die hele club van Pim Fortuyn en Geert en Rita en al die andere halve garen die ons wijs hebben gemaakt dat de natie wordt bedreigd. Onze identiteit gevaar loopt en allerlei andere wezenloze lulkoek waar we aan geloven. We hebben ook bij de immigranten op grote schaal nodig en dat zal nog wel blijken eigenlijk. Waarom zouden we ze niet georganiseerd toelaten? Kun je ook selecteren? Nee, die Syrische immigranten, waar we nu zo moeilijk over doen, die blijken grotendeels hoog opgeleid te zijn. Hartstikke mooi. He? Dus kunnen in Delft kunnen ze geen AJO's voldoende vinden om hun AJO-plaatsen te bezetten. En die worden allemaal door Chinezen bezet. Dus zeg nee, dus als het u daarom gaat, ik ben als twee ministers, nee, één staatssecretaris en één minister kunnen meteen weg, vanavond nog, Teven en opstellen. Echt, kunnen. Nou, opstoten gaat anders kunnen aanpakken. Gebeurt nooit in flikker, maar kunnen aanpakken. Als die nou Davis keihard zo aanpakken, zou mij dat heel lief zijn. Nee, dat is heel treurig. Dat heb ik dan toevallig niet vermeld, overigens. Alle Europese landen lijden onder datzelfde trauma. Denk je aan Denemarken, wat natuurlijk ook met dat probleem worstelt. In België is het echt niet beter. Ze zitten in België bepaald niet tolerant, en dat is een groot probleem. Dan sluiten ze hier wel langer aan, zegt anderhalf. In ieder geval, heel veel mensen worden daar wel een jaar. Het is allemaal heel treurig. Dat is alleen Italië. Ja, al zie je daar aan al die mensen die erin willen, wat een fijn land het is. Dan zeggen ze, het nooit dat ze nooit dat. Ja, dus niet voor iedereen, dus niet voor die mensen. Nee. Maar je hoort nooit dat ze in Sierra Leone de immigratie niet aan kunnen. Nou, nee, dus ik heb heel compact geantwoord. Nou, mag u nog even, dan zal ik het nog compacter doen. En dan zijn we klaar. Goedenavond, dank voor je interessant verhaal. En u had het net over een mentaliteitsomslag die misschien binnenkort zal optreden. Ik vroeg me af, is dat eigenlijk niet zonde? Want wordt men daar misschien wat luier en gemakzuchtiger door? En verliezen we een deel van ons idealisme als iedereen alleen maar zich zit te realiseren hoe mooi ons land eigenlijk al is? Nou, dat zou kunnen. Maar ik ben niet verschrikkelijk waarschijnlijk. Voor zover ik kan nagaan. Is Nederland, maar we zijn de enige niet, de westerse samenleving de afgelopen 30, 40 jaar, 50 misschien wel, veel competitiever geworden dan we waren. Er is veel meer druk eigenlijk als je ergens werkt om dat goed te doen en snel te doen. En om meer dan 36 uur in de week te werken dan vroeger het geval was. Mijn idee is dat de competitie eerder harder geworden is dan zachter. En het is niet zo dat, nou ja, waar kun je dat dan zien? Daar hebben we het nog niet over gehad. Productiviteitscijfers. Het is natuurlijk waar dat wij Nederlands relatief heel weinig werkuren maken per jaar. Maar Amerikanen bijvoorbeeld, die werken ongeveer 500 uur per persoon per jaar langer dan wij doen. Maar het gekke is dat wij in de uren dat we werken, ben u even kwijt als het gemiddelde in Nederland iets van 1700 uur per jaar is, of dat het eigenlijk van 1300 is, dat zou u thuis even op moeten zoeken. Maar wij zijn ongekend productief in de uren dat we werken. Veel productiever dan een Amerikaan. Dus wij werken, hoe was het ook alweer, maar 75% van de tijd die Amerikanen werken, maar wij produceren in die 75% 90% van wat Amerikanen produceren. Dus iets minder.
Maar relatief produceren wij per uur meer. Wij horen samen met Japan en België en waren genoeg tot de meest productieve landen ter wereld als je kijkt naar het aantal gewerkte uren. En dat is van groot belang. En trouwens, ik zie u, u zit naast die meneer van de Twitter. Ja, dat is, neemt u bijvoorbeeld qua technologie. Ik was laatst in een komkommerfabriek. Ja, ik gebruik met opzet deze wonderlijke formulering. Ik was namelijk in een tijdersbedrijf waar vrijwel volautomatisch per jaar 7 miljoen komkommers worden gemaakt. Het was ongelooflijk high-tech komkommerproductie. Er ging een treintje wat, om, wat, wat elektronisch bestuurd kon worden, dus dat noemde niet. Die komkommerplanten staan niet in de grond of zo, die staan in een grindbed en daardoorheen wordt speciaal voedzaam water gepompt. Ik heb ook nog een slokje genomen en nou, het is ongelooflijk. Ik begin een beetje op een komkommer te lijken, maar ik voel mezelf enorm dynamisch. Het ongedierte wordt biologisch georganiseerd bestreden met speciale zakjes met roofwansen en sluipwespedrie. Ik dacht, dan zal ik zo'n zakje met roofwansen meenemen en een van mijn vijanden in het bed deponeren. En die meneer die dat bedrijf bij Maars, je kunt zelf gaan kijken als u me niet gelooft, die had 4,5 miljoen voor de bank geleend om dit high-tech komkommerbedrijf te. En dat is de absolute wereldtop op het gebied van de komkommertechnologie. En wist u hoe snel die dingetjes groeien, die komkommers? Want ze zitten dan aan die struiken en zijn ze zo groot. Hè? En dan draai je even om. En zo'n komkommer. Echt ongelooflijk. Laatst was die Ierse commissaris van de landbouw in Nederland, ik weet niet of je de kwaliteitskrant leest, en die zei nog eens van dat onze high-tech tuinbouw echt ook een wereldsucces is. Dat iedereen die met een paar man 7 miljoen komkommers per jaar woont in die komkommers, hebben een heel leuk geel bloemetje aan, heb ik niet gedacht. U ziet waarom ik in staat ben, dat is wel iets van een totale irrelevantie. Nog een vraag? Want? Dat hebben jullie nodig? Of is er ook al iemand met een specifiek uiterlijk voor de televisie of voor de film? Nee? Okay. Ik had gevraagd om een vraag te stellen. Oh. Nou, dat doen we u. Nee? Je wil niet zo. Oh, dat heb je gevraagd. Oké, sorry. Ja? Wie zou dan de vrouw Boven kunnen zijn voor de speech? Voor wat? Als een vrouw of een president dat is. Sorry. We hebben geen tijd om dit best meer te gaan doen. Maar wie ging er in de vraag stellen? Hier, links. Ah, u. Ja, u bent helemaal uit een andere leeftijdscategorie, dus dat is wel leuk. Volgens mij zijn we ook nog in dezelfde categorie. Wij twee. Ja, ik denk dat ik ouder ben nu. Ietsje. Ietsje. Ja, zie jij zo'n beetje jaloers toch? Ja, ik heb u horen zeggen dat we leven in het meest geweldige land van de wereld. Nee, dat zei ik niet. Ja, zo ongeveer. Top 10. Ja. Top 6. Waar ik elke dag mee te maken heb, dat zijn mensen die daar een beetje anders over denken. En ik zie namelijk in Amsterdam, waar ik vandaan kom, een steeds grotere armoede ontstaan. Een steeds grotere ellende. Ik moet 350 gezinnen elke week een pakket voedsel geven. Vanuit de voedselbank. Ik zie mensen vanochtend in een autobus stappen, moeders, alleenstaande moeders, waar op de bus stond Van der Laan. Dat is toevallig ook de naam van de burgemeester van Amsterdam. Ik weet niet of dat ermee te maken heeft. Ja, dat zijn die werden aan een partyboot gebracht. En op die partyboot gaf de sociale dienst voorlichting dat per 1 januari hun inkomen met 75 euro naar beneden gaat. Want, zegt de overheid dan, daar komen ze eerder tot werken. Dit soort dingen. Eergisteren kreeg ik een moeder en een vader die zegt, mijn twee kinderen hier, die hebben al 24 uur niet gegeten. Ik heb ze niet naar school durven versturen vanochtend, want dan gaan ze het op school vertellen en dat wil ik niet, want dan pakken ze mijn kinderen af. Er is ook op de andere kant, denk ik, aan onze Nederlandse maatschappij, waar ik overigens ook heel graag in wil. Ja, u heeft al ongetwijfeld voorkomen gelijk in, maar daar moet ik u zeggen, daar, en ik vind dat dan heel erg en ik zou graag
aarde mensen, dat de mazen in het sociale vangnet kennelijk iets minder ruim bemeten zijn dan ze klaarblijkelijk zijn. Maar daar ben ik toch wel geneigd om te zeggen, hoe zit dat comparatief in elkaar? Zou het nou voor zijn dat in België bijvoorbeeld dit soort van gevallen helemaal totaal niet voorkomt? Of in Denemarken, of in Frankrijk, of in Duitsland? Nee, natuurlijk. De allerrijkste samenlevingen ter wereld, waar we het in feite over hebben, West-Europa, de Verenigde Staten, daar blijkt steeds weer dat we er niet in slagen om aan de onderkant, hè, dat is natuurlijk een relatief kleine groep, hè, om aan de onderkant die mensen te behoeden voor dit soort van ellendige situaties. Die vaak natuurlijk stapelingen zijn van alle ellende die ze hebben meegemaakt. Ze zijn aan de drugs geraakt, ze zijn gescheiden, ze hebben hun baan verloren, ze hebben schulden gemaakt. Het zijn vaak een heleboel van die factoren samen die er dan voor zorgen dat die problemen ontstaan. Maar, en ik geef gericht toe dat die er zijn en dat die mensen er zijn. Maar nogmaals, het zou pas althans in mijn optiek, het zou pas raar zijn wanneer dat in andere vergelijkbare landen niet zou voorkomen. Wanneer je bijvoorbeeld zou kunnen aantonen dat in Kopenhagen eigenlijk niemand met dit soort van factoren te maken heeft. En ik ben bang dat dat niet zo is. Overal zijn de mazen in dat sociale vangnet kennelijk van een zodanige aard dat een heel klein deel van de bevolking in staat is om er doorheen te vallen. En daar heeft u mee te maken. En dan zie ik u dat u die mensen helpt. Maar of je dat, we hebben natuurlijk verdacht in Nederland, zeker vanaf de jaren 50, dat we dat probleem volledig zouden kunnen oplossen. Dat we het armoede en deprivatieprobleem zouden kunnen oplossen. En gek genoeg zijn we er nergens in geslaagd om het volledig op te lossen. We hebben het wel grotendeels opgelost, want mensen, wij hebben geen idee van de armoede en ellende in de jaren 40 en 50 in Nederland. Maar we hebben het niet volledig opgelost. En we zouden een systeem moeten creëren waarbij je dan die noodgevallen die door de mazen van het net zijn gevallen, dat we die ook adequaat samen kunnen opvangen. Of dat zoiets, weet ik niet precies. Maar ik ben bang dat wat we ook doen, dat je altijd, laat ik een ander voorbeeld geven. Toen ik voor het eerst naar de Verenigde Staten ging, werd ik daar geconfronteerd met bedelaars en mensen die op straat wonen in kartonnen dozen. En zo, hè, in New York had je 30.000 dak- en thuislozen. En toen weet ik wel, dit speelt zich af in 1974. Ik dacht, dat hebben we toch in Nederland stukken beter voor elkaar. Ik had in Nederland nooit had ik mensen op straat zien slapen. En zo in Duitsland wel, wat ik ook gewoond heb, wel. Maar hier nooit. En ik had ook nooit gemiddeld op straat gezien. En ik was verdomme nog geen 5 jaar terug. Ik begon bij het Centraal Station in Amsterdam. Bedelaar. Ik denk, is het mogelijk? Dan hebben we een 100 keer beter sociaal systeem dan de Verenigde Staten. En toch wordt er gebedeld op straat. En ik rijd op straat, bij de trein, op alle denkbare plekken. Ik werd laatst aangesproken door een meneer in de Nachtegaalstraat. Ze heeft u wat, want ik heb vannacht geen overnachtingsadres. Ik dacht, oké, ik geef u €2. Maar op die in mijn portemonnee keek en zei, u kunt wel wat meer missen. Hoe zei ik nou, dat maak ik zelf wel uit. Ja, nee, dus dat, mij heeft dat even zeer verrast. Als waarschijnlijk iedereen in Nederland, dat wij tenslotte met problemen te maken krijgen die aanvankelijk niet waren. Althans, ik kan me niet herinneren dat ik in Nederland in de publieke ruimte te maken heb gehad met bedelarij voor 1975. Dus in de tijd dat we nog veel rijker zijn geworden dan we waren, is de bedelarij in Nederland sterk toegenomen. Dat is een wonderlijk fenomeen, toch? En dat zei ja, dat moet onderzocht worden. Heeft u nooit zo iemand in de trein gehad? Je had in Amsterdam en dan stapten ze in het Centraal Station. En dan kwamen ze en stapten uit op het Amstel en dan gingen ze weer terug. En het was heel geraffineerd. Waar lui die ook laten we zeggen, retorisch begaafd waren. En die gingen dan staan in de coupé, zei ze, dames en heren. Het is voor u vervelend, maar voor mij is het nog veel vervelender. Ik spreek namens een kleine groep van min vermogenden en wij zouden het zeer op prijs stellen als u een kleine gift zou doen, want dan maakt ons leven wel een stuk aangenaam. Aanvankelijk werkte die dingen altijd prima, dat je het 5 keer hoort en toen denk je aan Maula, daar beginnen we niet aan. En die hadden het in Rotterdam van Centrale Alexander. Dus kennelijk spreekt zich dat rond,
dat je dat zou moeten aanpakken. Beleefd geformuleerd, neemt u mij niet kwalijk dat ik bedel. Het is altijd een beetje een pijn, natuurlijk, de bedelarij. Maar het is gek dat hoe rijker we werden. U bent zo oud dat u net als ik weet dat er in de jaren 50 helemaal niet gewereldheid bestaat. Tenminste, heeft u dat ooit gezien? Nooit. Dat is begonnen toen wij, hoe rijker we werden, hoe meer er gebedeld werd. Kijk wat ik denk. In dat geval? In de Kinderopstraat, in wat nu noemt de Nachtegaalstraat. Daar werk ik toevallig. Maar ik ben toen 30 jaar geleden een tehuis begonnen om de kinderen op te vangen. En in die bedden voor die kinderen, dat waren er toen 10, dat zijn nu 32 bedden geworden. En dat vindt nog steeds plaats. Ik heb hier een lijst met 21 mensen, gezinnen, die binnen 2 weken uit hun huis geflikkerd worden, omdat ze de huwelijk kunnen staan. Dan moet ik dat leren. Dat zitten we al in de jaren 80 natuurlijk. Gaat er mij even om mijn betrekkelijk armoedige Nederland van voor 1965. Daar werd niet gebedeld, daar sliepen geen kinderen op straat, althans, ik heb het nooit gezien. Dan ben ik opgevoerd in Wageningen. Dus ja, dat is natuurlijk een heel apart geval in allerlei opzichten. Maar desalniettemin, hoe rijker we zijn geworden, hoe sterker deze problemen vreemdgeloof zijn toegenomen. Is dat niet vreemd? Dat zou je moeten bestuderen. Of ik denk niet dat het toch losbaar zo is. Als we nog 2 keer zo rijk worden, zullen er nog steeds mensen zijn die in hun huis gezet worden. Die hun schulden niet kunnen betalen, die op allerlei manieren tussen de graders en van die immense machinerie terecht zijn gekomen. Er zijn natuurlijk ook een heleboel mensen die zich simpelweg helemaal niet zelf kunnen redden in het soort van competitieve en relatief complexe samenleving waar we in terecht zijn gekomen. Maar je moet dat comparatief zien. Misschien zou u voor mijn rol, als u mij niet gelooft, u zegt van dat Nederland, dat zeg je nou wel, maar het is een buurtland, hè, dan moet u naar New York vliegen. En nadat u genoten heeft van Manhattan, gaat u met de subway, gaat u naar Jamaica, zo heet die wijk. Aan de oostkant van de Bronx. En daar moet u dan een beetje rondgelopen. Dat is gelukkig. Dat is het rijkste land. Een van de allerrijkste industrielanden ter wereld. Dat is een achterbuurt waarbij ze, nou, laat ik dan niet overdrijven, maar het doet je aan Soweto denken, daar, in Amerika. Dat ze, ik heb nog wel eens een Amerikaan hier op bezoek gehad, die zei, ja, dat is allemaal wel mooi van Nederland, maar kon ik hem ook een achterbuurt in Utrecht laten zien. Dus ja, waar doe je dat? Hoe laat je in het buitenland in Nederland een achterbuurt zien? Dat viel nog niet mee. Hè? Ja, wijkzinnen bestaat niet meer, dus dat had weinig zin natuurlijk. Dus ik heb maar zo'n beetje rondgereden. Ze nam dit hier ook een Nederlandse min vermogende, maar ik heb hem niet kunnen overtuigen. Misschien had ik bij u nou, ik ben in de Nachtegaalstraat. Misschien verstandig geweest. Ik gek genoeg ben ik betrekkelijk pessimistisch in dit opzicht. Ik denk niet dat je dat probleem volledig kunt uitbannen. Anders hadden we het al uitgebannen, zo rijk als we zijn. Dan denk ik dat we die anekdote, het is eigenlijk de centrale stelling om de avond, dat ook de dingen die in Nederland niet goed gaan, nog altijd relatief beter gaan dan ja, dit is een heel specifieke retorische strategie die ook van Amerikanen geleerd. Want dan zeg ik de Amerikanen, nou die gezondheidszorg van jullie, die durft ook voor geen meter. En ze zeggen, ja dat is wel waar, maar elders is het nog veel erger. Dank u wel. Ik ben van deze avond ingeluid. En ik mag luisteren naar een sterk staaltje gemopper over gemopper. Ik vind dat daar mooi inzicht van over. Ja, dat was het. Dat heb ik begrepen. Ja, al wat minder sport, dat is bijna. Ook een mooie boodschap mee naar huis doen. Ja, de rest van mij eigenlijk vrij weinig denk. Dan heeft heel veel te bedanken voor het mogelijk maken van het gastcollege. En natuurlijk Maak volgens hem zelf. Voor nog even bedanken.
nooit gesproken. Ja, dat is een beetje